Van harte welkom. We zijn momenteel in Grand Hotel Huis Terduin met de Trendwatcher TV neergestreken. Na de uitzending afgelopen week vanuit de Kamer van Koophandel in Rotterdam, het Ondernemersplein. En het is extra feestelijk, dat is al gelijk aan het beeld ook te zien natuurlijk met die tulpen. Dat staat niet per ongeluk in beeld. Nee, zaterdag 13 april, het is hier een bloemencorso in de regio. Oh, yeah. En er gaan grote praalwagens door de straten. Alles is afgezet, het is één groot feest, geluid, muziek. Wij stonden echt serieus vanochtend om 19:30 al hier in een soort van file voor mensen die naar het corso wilde gaan kijken. Ja, dat weet je al. We hebben daar impressie van gemaakt. Gaan we straks ook later in het programma rustig op terugblikken. We hebben de voorzitter ook gesproken. Willem Heemskerk van de Stichting Bloemencorso Bollestreek. En natuurlijk impressie. Ik zag Chinese waren, Thaise waren. Echt van alles en nog wat. Ja, veel ik vond het bijzonder boeiend, moet ik zeggen. Maar wat hebben we nog meer vandaag? Nou, we zitten om te beginnen hier weer in een andere zaal bij Huis ter Duin. Waar we natuurlijk iedere uitzending vanuit een andere locatie doen. Maar iedere zaal is eigenlijk even mooi en leuk om te zijn. En nu we het toch over Huis ter Duin hebben, dacht ik. Ik zal even vertellen dat ze hier. Ja, goeie brug. Het is niet gesponsord, serieus. Maar wij zagen het lichaam en dachten: dit is leuk. Ja, want het is natuurlijk paasweekend volgend weekend. Hè. Komende zondag is het. Palmzondag en dan de week daarna is het alweer Pasen. Ja, natuurlijk. Het is dit weekend eigenlijk al Palmzondag. En als je nu dit, want kijk, om het nou echt even helemaal mooi te maken. Pasenaanzee.nl. Welke marketeer dat ooit bedacht heeft, briljant. En dat is best wel een geinig arrangementje. Ik zag het, ja, ik woon te dichtbij, dus ik ga het niet doen. Maar voor heel veel andere mensen is het natuurlijk helemaal geweldig om zoiets aan te pakken. Wat gaan we doen? We hebben straks aan het eind van de uitzending iemand waar we zo ongeveer al een paar jaar contact mee hebben en die is bezig met een soort van uitvinding, mag ik wel zeggen. Iets bijzonders, volgens ons iets heel bijzonders, dus blijf zeker kijken. Ja, we hebben daar ook iets heel bijzonders voor, maar dat komt zien. Later. Ja, dat is voor zover. En maar het is wel onderdeel van onze Big Brainstorm for New Energy. Vorig jaar hadden we Dirk Wiedijk bijvoorbeeld met zijn vinding. Nou, daar zitten we nog een beetje over te twijfelen van is dat nou wat of is dat nou niet wat, maar daar reageren jullie gelukkig ook op. Dus mocht je die nog niet gezien hebben, dan zullen we hem aan het eind van deze uitzending even herhalen. Dan zie je wat hij bedacht heeft. En mocht je zelf een geweldig idee hebben waarvan je denkt van nou op deze manier kun je veel makkelijker, goedkoper, schoner energie maken of verkrijgen. Stuur het in alsjeblieft. Zeker. En je kunt het insturen naar postbus 202 in Leiden. 2300 Anton Eduard. Maar wat je ook kunt doen tegenwoordig natuurlijk is gewoon tv@trendwatcher.com. Dus naar tv@trendwatcher.com. Nou, we hebben natuurlijk nog meer in de uitzending. Bijvoorbeeld de winnaar van De Sterkste Schakel. De uitgever van De Sterkste Schakel en Rijnstreek Business schuift zo direct ook aan. En zoals eerder gezegd gaan we terugblikken naar het Bloemencorso. Dat doen we onder andere samen met Dennis van der Voort. Met meerdere rollen, maar daarover straks meer. En wij beginnen nu, het is niet te geloven, met een duo die allebei nogal ondernemend zijn ingesteld. René Lambeau van Port René en Casper Kooi. Onder andere van voiceoverstem.com zal ik maar zeggen, maar vooral ook van zichzelf. Want, en vooral beroemd van de radio. Ook dat, van alles nog wat. Maar we gaan jou straks eventjes verder introduceren, Casper. Leuk hoor. We gaan eerst maar beginnen met naar René. Port René. Ja, natuurlijk altijd dames eerst, jongen. René Lambeau. Waar kunnen we jou van kennen onder andere? Dat is van een heleboel tijdschriften waarin je geschreven hebt volgens mij. Ik zag hier wat titels langskomen. Viva, Libelle, Quest. Telegraaf. Ja, Psychologie Magazine heb je ook gedaan volgens mij. Ja, nou, kortom. Doe je ooit bij NC? Kleine kans. Nee, dan gaan we even Chantal. Dat is wel leuk. Weet je. Ja. Maar ook radio en zo. Hè. Daar heb je ook op de achtergrond volgens mij met eindredactie of ontwerp van programma's. Ja, wij hebben elkaar zelfs leren kennen bij Radio 2. Ja, want voor de kijkers, zij zijn een stelletje. Echt helemaal leuk om te zien hoe jullie samenwerken en alles samen doen. Ik hoorde net dat zou je toch gewoon willen, zo'n relatie. Ik hoorde net dat jullie elkaar bij de radio hebben leren kennen. Nou, wij ook. Ja. Nou, mensen, dit wordt wel heel erg gelef. Mensen radio onthouden. Dus je partner zoekt. Maar even, kom erop met het verhaal. Was het bij, wat voor radio? Het was bij Radio 2. Ik maakte een programma dat heette High Tea en later Hotel Kooi. Op zondagmiddag. Op zondagmiddag was dat. En toen ik hoorde dat ik dat programma mocht gaan presenteren. Toen, het werd eerder al gepresenteerd door iemand anders. Mm-hmm. Toen deed René daar de redactie al van. En zo'n beetje op datzelfde moment kregen wij verkering met elkaar. toevallig. Dus op een of andere dag was zij zowel mijn geliefde vriendin als wel mijn producer. Ja. Ging dat goed? Ja, we zijn nog steeds samen. Dus, geen ruiten geknald. Nee, dat was heel leuk. Want in de uitzending had ik een rubriekje. En dat ging over relatieproblemen waar we wel eens tegenaan liepen. Mm-hmm. En er was
het haar woord tegen het mijne. Ja. En vervolgens belden we een plaat later met een deskundige. En die moest maar een knoop doorhakken wie er gelijk had. Meestal ik. We hebben altijd gelijk. Het is helaas waar inderdaad dat het vaak zo gaat. Ja. Nee, maar leuk. Moet je mee doorgaan. Ja, we zijn inmiddels twee kinderen verder. Hè? Ja, die zijn echt... Een huwelijk. Nou ja, huwelijk. Ja, officieel. Ja. Stel er iets voor. Maar we zijn getrouwd en we hebben twee kinderen samen. Nou, ja, geweldig. Dus, prima. Nou, dan hebben we dat afgetikt. Laten we nu eens gaan kijken hoe het met Port René gaat. PortRené.nl heb je op een gegeven moment naast al je schrijfwerk en al je andere journalistieke dingen erbij bedacht. Wanneer was dat? Op een zondagavond. Weet ik nog heel goed. Net voor kerst. En, geld was op? Nee, nou, ik kwam toen wel uit aardige schulden. Ja. Omdat ik een huis verkocht wat flink onder water stond. En daar was ik weer uitgekomen. En ik was juist eigenlijk, wilde ik meer praten over geld. Ik wilde met mensen daarover praten. Hoe dat mijn leven veranderd had. Dat ik opeens anders over geld was gaan denken. Mm-hmm. En iedereen zei, ach, niet over geld, hè. Zo saai onderwerp. Dus dacht ik, nou, nee, volgens mij zei Casper toen, probeer het nou eens online. Ga eens kijken of online daar nou, of andere mensen dat interessant vinden. Dus ik dacht, nou, oké, weet je, het was kerst, het was rustig thuis. En ik dacht, ik ga eens proberen met wat stukjes. Nou, en dat ontplofte een soort van. We zijn nu 1,5 jaar verder en we zitten op 100.000 unieke bezoekers per maand. Dat is lekker. Wow. Dat is zeker voor een onderwerp als geld, ja. Ja, zeker. Heel veel, ja. En ik denk ook, omdat het zo'n onderwerp is, dat er niet heel veel anderen waren die het al op die manier deden. Ja, en zeker omdat ik altijd vanaf de eerste blogpost heel eerlijk daarover ben geweest, over de goede dingen en de minder goede dingen. Mm-hmm. En ook het verhalen deel van anderen die mensen inspireren. Maar ook mensen laten zien dat zij niet de enige zijn. Dat ze met bepaalde dingen... Ja, dat is natuurlijk ook zo'n soort schaamte kan er zijn. Mensen praten daar gewoon niet over. Een soort van taboe toch nog? Ja. We praten makkelijker over seks dan over geld, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. En als je dan hoort, dan hoor je de ontzettende succesverhalen of de ontzettende zielige verhalen. Ja. Praktische tips voor de normale man die niet gelijk 6 miljard kan investeren in een eigen eiland of zo. Dat is inderdaad... Jij die mensen. Ja, willen we ook allemaal lezen. Willen we ook allemaal, maar willen natuurlijk ook lezen, maar daarnaast wil je ook... Ja, dus maar dit is wat begon op een zondagavond, is nu... Toen werd je gewoon van algemeen journalist, eigenlijk helemaal specifiek finance journalist. Ja, personal finance wordt dat dan genoemd. Ja. Want je schreef zelfs een boek. Oh. Ja, ik heb ook een boek geschreven. Is het die of is het een ander? Nee, het is er één. Geef hem eens een haar. Ja, nee, dat snap ik. Duur huis... Niemand thuis. Nee. Nooit duur thuis. Huis, daar herkennen mensen wel iets in, denk ik zomaar. Ja. Kijk, hartstikke idee. Duur huis, nooit thuis. Het gaat over dat je gaat studeren. Tenminste, de meeste mensen, of veelste mensen gaan studeren. Ja. Krijg je een baan. En dan koop je een autootje. Misschien een klein huisje. En dan ga je meer verdienen. En dan koop je meer. En een duurdere auto. Totdat je op een dag denkt, goh, is dit eigenlijk wel wat ik wil? Maar dan heb je niet meer de ruimte. Alles? Ja, en dan heb je heel veel vaste lasten eigenlijk. Je zit vast door alle rekeningen, ja. Zeker, en dat je daar een heel boek dan zomaar voor schrijft. Ja, want hoe kom je aan die tips? Heb jij zelf een financiële achtergrond? Of is dit gewoon op basis van gesprekken met mensen of op eigen ervaringen? Of? Nou, alles bij elkaar. Ik heb geen financiële achtergrond. Maar ik heb wel gedurende jaren heel veel geleerd en gelezen en mensen gesproken als journalist ook. Ja. En dit boek is ook wel voor een deel mijn eigen verhaal. Dus hoe ik vanuit het alleen maar meer willen hebben en in de schulden belanden... uiteindelijk ging naar wat ik vind een gelukkiger leven met minder uitgaven. Maar wel een leuk leven en waarin ik ook heel veel vrijheid heb. Dus dat is het verhaal. En natuurlijk heel veel tips en trucs en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. En de bedoeling is dat mensen toch ook eens hun ogen openen en denken... oh ja, zo kan het ook. Ja, ik kan ook mijn eigen keuzes gaan maken. Ja, want je hebt nu tegenwoordig natuurlijk helemaal zo die trends van dat minimalisme... en inderdaad small living en weet ik wat. En niet te vergeten de digital nomads. Leven en daar geld bij zoeken. Nou ja, wat dat betreft kan ik dus morgen verhuizen naar... nou, noem maar eens een plek. Ja, je bent natuurlijk helemaal digitaal. Ja, maar jullie zijn zomaar vertrokken op een gegeven moment naar Curaçao. Dat is ook zo'n avontuur. Ja, nou ja, dat is de vrijheid die we natuurlijk hadden. Ja, dat kon op een gegeven moment. Ja, en dat is wel leuk. Het is goed dat je erover begint trouwens. Want ik heb even gebeld met die mensen op Curaçao. Want Casper heeft aan mijn radiostation gewerkt. Dolfijn FM, als ik het goed zeg. Ja, Kukkele Kooi was mijn radioprogramma. Jongens waren daar nog steeds heel erg... ze miste je. Ja, verdrietig dat je weg was. Maar dat soort dingen gebeuren nou eenmaal. Luister maar even mee. Hier is een spotje van die tijd. Van Westpunt tot Jan Tiel. Van de Pontjesbrug tot Hato. Iedereen wordt vrolijk wakker met Kukkele Kooi. Elke werkochtend van 6 tot 9 met Casper Kooi. Ik zorg er persoonlijk voor dat het je aan niets ontbreekt in de ochtend. En dat je vrolijk aan je dag begint. Met alles wat je moet weten om helemaal bij te zijn. De boterhamvraag, de top 5 over 8 en mijn ontzettend dikke ochtend. Love song. Dat was slecht, hè? Hey, maar wie heeft die boterhamvraag bedacht van jullie? Die had ik overgenomen van mijn voorganger, moet ik eerlijk bekennen. Ja. Die ontzettend dikke ochtend. Love song, die
Die had ik zelf bedacht natuurlijk. Maar even, je was op Radio 2. Ik herinner me ook de top 2000 die je mee presenteerde. Ja. Dan was jij volgens mij ook degene die allemaal A4'tjes op de webcam ging laten zien. Volgens mij was je ik begon met tekeningetjes op basis van de liedjes die je hoorde inderdaad. Rebusjes heb ik gemaakt. Ja, precies. Ja. Op een gegeven moment zaten er volgens mij meer mensen met die webcams nachts mee te kijken tijdens die top 2000. Nou, dat was het leuke, want ik deed die top 2000 dus in dat top 2000 café, maar dat was nachts toen nog dicht. Ja, er waren geen bezoekers bij. Vond ik jammer, maar wat ik wel had, dat waren de mensen die via de tv keken, s'nachts. En dat zijn mensen die daarvoor wakker blijven. Ja. Om het ene nummertje te horen, bijvoorbeeld. Ja. Of sowieso het leuk vinden om s'nachts naar die top 2000 te kijken. Ja, het is ook wel een apart sfeertje. Ja, dat was hartstikke leuk dat ik die tv-kijkers dus wel had. Ja. Maar die gaf ik wat extra's om inderdaad wat tekeningen te maken. Een beetje trendsetter van visual radio geweest toen. Nou, dat was wel het begin daarvan. Want elke keer als ik een plaat instartte, toen startte er beneden iemand tegelijkertijd ook diezelfde plaat via YouTube. Zodat we dat konden laten zien. Ja. Dat was nog niet synchroon, maar dat was wel het begin van zeg maar, de videoclip op de tv-radio. Echt zo'n soort mannetje in een doos ergens beneden. Die had die taak inderdaad. Want tegenwoordig zit het gewoon aan elkaar gekoppeld natuurlijk. Ja, maar die baalde er ook van als ik iets eerder was met instarten. Oh ja. Dan moest wel synchroon instarten. Een geklungel was het. Ja. Maar dat mis je wel nu, denk ik dan. Die top 2000? Ja. Nou ook. Ja, nou ja. Toen we naar Curaçao gingen, verklaarden mensen wel vergeten. Je hebt een plek bij de landelijke raad. Ja, maar dat is, nou zomaar is dat wel een beetje het hoogste wat je kan halen, zeg maar zeggen, radiotechnisch gezien? Of zeg je, er zijn meer dingen? Het was wel een landelijke zender. Ja, het was een landelijke zender, ja. Ik lees nu bijvoorbeeld het nieuws op Radio Rijnmond. Nou, dat haalt 9% marktaandeel daar. Juist. Dat is misschien nog wel een grotere zender dan Radio 2. Wij zitten hier in Wassenaar. We luisteren dus met RV Rijnmond mee. Ja. En wat dan waanzinnig bereik heeft in de provincie. Ja. Maar daar ben je dus nieuwslezer. Ja, daar heb je ook ervaring mee met het nieuwslezen, mag ik hopen. Nou ja, toen ik uit Curaçao terugging en met die gekke odol en die ontzettend dikke ochtendlovesong en al die gekke ik ga niet nog je laten horen. Nee, precies. Dacht ik, nou, misschien wordt het wel eens tijd voor een wat serieuzere wending aan mijn carrière. Ja, nee, maar vergeet niet, ik heb 9 jaar in totaal voor BNR Nieuwsradio gewerkt. Ik ben verslaggever geweest. Ja. Hier in Huis de Duin ben ik vaak geweest voor persconferenties. Voetbal? Voor het Nederlands elftal natuurlijk. Ja, toen ze nog goed... Ben je een voetballiefhebber? Nee, dat helemaal niet. Dus dan kom ik hier zweten, kom ik hier binnen met... Oh, wat moet ik nou weer vragen? Is het allemaal steeds rond? Laten we Kasper maar sturen naar... Precies. Nou, gelukkig ging er de persconferentie aan vooraf. Dus dan kon ik al wat dingen uithalen. Ja, precies. Toen dacht ik, ja, wat heb ik nog nooit gedaan met radio? Ja. Dacht ik, ja, nou, nieuws lezen. Zoekt een beetje de uitdaging. Ja, maar daar komt alles samen wat ik ooit heb geleerd. Want ik weet hoe ik verslag moet geven. Ik weet hoe ik teksten moet schrijven. Ja. Ik weet hoe ik moet knippen. Ik weet een beetje hoe ik moet presenteren. Ja, hoor. En dat nieuws lezen, dat moet je ook zelf dat moet je schrijven. Allemaal zelf doen. Dus dat je een stukje papier krijgt en alleen maar... Dat is makkelijk. ANP stuurde dat door en zo. En dan moet je dat gewoon voorlezen. Nee, het is met de poot in de modder en zelf nieuws maken. Helemaal met regio. Mag je zelf ook bepalen wat je in het nieuws zelf of niet laat? Etcetera. Ja. Heb je ook wel eens een geheime boodschap erin verwerkt voor René, zeg maar? Bepaalde woorden of zo? Nee, dat is een goeie. Maar ja, van de week even luisteren. Een bericht wat Yves Jinek had gehaald. Hè? Oh. Over een meneer die... hoe zullen we dat nou zo omschrijven? Nou. Ja, die was aan het masturberen op de trekkade in Vlaardingen. Dus ik had een bericht gemaakt van... Dan is het gelijk nieuws. Ik zie de mensen hier buiten beeld allemaal grinniken. Dus het is goed ingeschat. Ja, een trekkende man heeft zich afgetrokken op de trekkade en de politie rukte uit. Dat was het bericht. Of het was je laatste uitzending, of het was prima. Nou, de hoofdredacteur vond het heel leuk dat dat even Jinek had gehaald. Dat is een beetje uitgedragen wordt. Ja, en heb je nou zelf het idee dat je wil doorgroeien bij Rijnmond? Of hoe zie je dat als nieuwslezer? Nou ja, ik ben eigenlijk... begonnen met nieuwslezen denk ik een jaar geleden. Ja. Denk ik ongeveer dat dat echt... dat ik dacht van, nou, ik moet die kant op. Ja. En ik train mezelf. Ik laat me ook trainen. Ik luister goed naar andere mensen die ik zelf goed vind. Ja. Dan probeer ik te kijken, hoe doet hij dat dan? En, dat zeg maar. Ja. Maar de ambitie is gewoon, denk ik, om de beste te worden. En niet per se een plek, maar gewoon... Gewoon heel goed het verschil te maken. Ja, precies. Ja, klopt. En we gaan in je gaten houden. Nou, als ik nou jouw stem helemaal geweldig vind... Ik ben een programma aan het maken of een product aan het doen... of een commercial, wat dan ook. Ja, dan moet je kan ik jouw stem inhuren? Ja. Wacht even, pak even de microfoon hierheen, want hij is nu achter de top. Ja, deze heb jij meegenomen. Ja, weet je...
zitten, luisteraars. Ik dacht, we nemen even een microfoon voor Casper mee. Dan voelt hij, ja, ik hoef hem niet te hebben. Laat hem maar bij Casper neerzetten. Nee, kijk, dit soort microfoons, maar dan echt een hele goede. Die gebruik jij natuurlijk thuis in de studio. In een hokje. En dan krijg je, hoe werkt dat? Dan krijg je een opdracht van een bedrijf. Zo, die, hebben ze dan de tekst al bedacht? Of moet u dat wat vaak is voor bijvoorbeeld bedrijfsfilms of commercials, is de tekst vaak bedacht. Mm-hmm. En dan hoef ik hem alleen nog maar in te spreken. Ja. En zeggen ze dan ook nog van, we willen het informeel of verdrietig? Ja. Of, ja, dat vraag ik ook vaak. Ik vraag ook vaak van wat voor sfeer wil je erbij hebben? Zit er een muziekje onder? Heb je het muziekje al? Dan kan ik even luisteren. Ja. Dan kan ik een beetje op de flow van de muziek kan ik dan meepraten inderdaad. Dat zijn, allemaal wel belangrijke dingen. En dan spreek ik dat in. Ja. En hebben ze dan eigenlijk altijd haast? Zoals bij fotografen vaak het geval is? Ze hebben altijd haast. Want vaak is het zo, het gaat om een productie in film. En oh jongens, ze moeten nog een stem hebben. Ja. En dat had eigenlijk gisteren al af moeten zijn. Nou ja, dus maar nou zijn er ga je ook een stem doen voor een film of zo? Oh ja, daar gaan we naartoe groeien. Dat is leuk. Dat er een Disney prins is en dat dan jouw stem... Ja, maar dat is echt stemacteren. Dat is weer anders. Dat is heel moeilijk hoor. Ja? Maar dan zit je met die lipjes. Nou, maar weet je, ik weet Alfred Lagarde vroeger. Die was toch die geest uit... En hoe heet die film ook weer? Aladdin. Ja, dat dacht ik al van, gaaf dat hij dat doet. Hè. Goed, prima stem. Maar was nou niet echt een stemacteur. Nee, zeker niet. Zeker niet. Dus wij zien wel kansen voor jou. Laat ik het zo zeggen. Dat is al een stem. Dat is wel. Het grappige is wel dat Casper, zoals je hem nu hoort praten, dat het echt anders klinkt dan als hij voor zelf is te spreken. Dus soms heeft hij bijvoorbeeld een landelijke commercial ingesproken en dan niemand die zegt, goh, ben jij op tv geweest? Of zo. Ja, je zegt niet je naam erbij. Nee, dat is niet. Hé, maar ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe klinkt dat dan? Ja, jeetje. Nee, dat is ook niet helemaal eerlijk, want hier zit geen voice processing en andere dingen bij natuurlijk. Nee, ik had laatst al ingesproken voor Trivago bijvoorbeeld. Trivago is vakantie, hè? S'avonds op de bank zit en hij ineens een andere stem zegt, hallo schat. Doe normaal, gek. Ja, ik zeg wel eens, hou eens op met in voice-over stem praten. Dat zeg ik wel eens. Ja? Dan doet hij dat is een beetje veel gezwollen. Dan zegt hij, we gaan nu eten. Zo, en dan zeg ik, dat is niet erg. We hebben thuis zo'n interne speakersysteem waarbij ik van beneden naar boven kan praten. En dan zeg ik, het is etenstijd. Dat soort dingen, ja. Oké. Okay. Nou, ik vind het bijzonder boeiend. Ik snap dat jij op zijn stem bent gevallen. Ja, dat is duidelijk, ja. Casper, maar één keer heel duidelijk even het webadres waar mensen terecht kunnen als ze jouw stem willen. Oh ja, tuurlijk. Dat is voiceoverstem.com. Voiceoverstem.com. Ja, dankjewel. Okay. En het leuke is dat er allemaal voorbeelden op staan. Inderdaad, in al die verschillende sferen heel snel achter elkaar. Ja. Dus dan kun je een beetje horen hoe veelzijdig het is. Want dat was nog even een slotvraag van mij. Er zijn natuurlijk ontzettend veel stemmen in Nederland. Ja, waarom komen ze dan bij jou uit? Ja, de concurrentie is enorm inderdaad. Ja. Waar ben jij nou specialist in dat je zegt van, nou, dat moet je eigenlijk Casper wel voor hebben? Ik ben wel vrij snel ook inderdaad. Mm-hmm. Het is altijd last minute. En je kan gewoon snel leveren. Ik ben heel snel, dus ik ren even naar boven. Ja, dat helpt natuurlijk ook wel. En ben je duur? Wordt er achter jou gebaard? Nee, serieus, dat is belangstelling achter jou, maar kan je niet zien. Ontzettend goedkoop. Nee, maar ook dat nog. Nou, hier, en snel en goedkoop. Het is echt niet te geloven. Echt goed, hè? Ja, nee, daar gingen we sowieso wel vanuit. Over natuurlijk goedkoop en geld gesproken. Ja. Als mensen meer willen weten over jouw boek of over je financiële adviezen. Personal finance. Waar kunnen ze terecht? Alles over mijn eigen financiën en die van anderen staat op porterenee.nl. Porterenee.nl. Nou, dit is wel makkelijk te onthouden, toch? Lijkt mij. Ja, okay. Ook weer door hem bedacht, hè? Ja, dan gaat dat bij ons dan. Oké, maar jullie zijn dus ook wel dan in te schakelen voor goede payoff slogans. Ook het laatste een goed idee. Wat was het ook alweer? Oh, dat was goed. Ja, deel het maar hier hoor. We zijn toch onder elkaar. Ja, dat zou ik delen. We gaan er toch niks mee doen. Niet meer, dus nee, we wonen sinds kort in Lisse met die bloemen en zo. Ja. Dus ik dacht, we moeten de Flower Power Banks gaan verkopen. Ja, daar zitten wij dan samen over. Met tulpje erop, maak een bloemetje van. We hebben hier mensen zitten. Ja, dat is nu al te laat. Ja, volgend jaar. Je had het idee gerust. Even een linkje maken. Hartstikke bedankt. En ik zou zeggen, tot ziens op de radio bij Rijnmond. We gaan het volgen. Leuk. We blijven het in de gaten houden. En we kijken op porterenee.nl. Hartstikke bedankt. Jongen, zeg hij. Ja, applaus voor jezelf. Eigenlijk hadden we moeten vragen of hij iets in gaat spreken voor onze uitzending. Dat is bewaren we voor een andere keer. Dat doen een andere keer. Dat vind ik echt zo onbeleefd. Oh, dat is onbeleefd. Ja, oké.
Nou. Ja, wij zijn hier inderdaad, we hoorden het net wel eventjes, net het bloemencorso is er geweest. Ja. En dan moet ik toch nog eventjes wijzen op Leven Magazine, oh, waarin een hele gave column staat. Joh. Ja, door wie geschreven? Van mij. Oh. En die gaat ook over, niet dat ik nou zo gaaf schrijf, maar het onderwerp is heel gaaf, namelijk de bloemencorso. Oh, ja. Dat gaat inderdaad over het bloemencorso, maar ook over de ontzettend succesvolle actie die nu opgesteld is. Tenminste, succesvol in de zin dat die goed wordt opgepikt. Dus de toeristen hebben het nog niet helemaal opgepikt. Maar er is een actie van Enjoy Our Flowers en Respect Our Pride, dat je dus niet tussen de tulpen moet gaan staan. En dat is niet alleen omdat je dan de tulpen vertrapt, heeft Simon Pennings mij uitgelegd. Mm-hmm. Want dat vertrappen, dan kan je nog wel denken, nou, ik doe heel voorzichtig, weet je wel, ik loop niet dwars door zo'n veld, dat gaat wel goed, ik maak alleen een foto en dan ben ik weer weg. Maar je verspreidt virussen en dan gaat zo'n heel veld naar de galonise en dat is gewoon hartstikke zonde. Dus ze zijn bezig hier in de regio om op een neutrale manier uit te leggen aan toeristen dat dat gewoon niet wenselijk is. En dan moet er misschien een apart veldje komen waar dat wel mag. Mm-hmm. Of hoe dan ook. Het is wel lastig, want er zijn natuurlijk ook wel weer bloembollen verkopers die juist PR voeren met een leuke schommel, met een leuke jonge dame, midden in zo'n veld en zo. Ja. En ja, daarmee geef je dan eigenlijk een verkeerd signaal af. Ja. Dus dat zijn van die grote problemen hier in de regio. Weet je wat eigenlijk, Dennis? Ja, eigenlijk wel, inderdaad. Ja, en jij komt uit de regio, Dennis van der Voort. Stel jezelf eens even kort voor, want je hebt meerdere petten op vandaag. Ja, ik heb een hele ondernemer van Kien Ondernemersadvies, bedrijfsadviesbureau. En waar is de domeinnaam of zo? Kienadvies.nl. Kijk, dan hebben die alvast. Houden we het lekker eenvoudig in het Nederlands. Dat is voor iedereen ook goed uit te leggen. En wij adviseren en begeleiden bedrijven in hun ontwikkeling. En nog bepaalde sectoren waar je extra goed in bent? Niet specifiek sectoren, maar wel fusies, ruzies en familiebedrijven. Fusies, oh, dit is mooi. Dingen komen die hadden Casper en René kunnen bedenken. En familiebedrijven, dat is echt ons specialisme. Oké, nou, familiebedrijven, dat is wel heel moeilijk. Dat is heel lastig, want je komt nooit aan de keukentafel. Ja, inderdaad. Dus en inderdaad, generaties die moeten overdragen. Loslaten en ook ruzies met families. En moeder die op de achtergrond een rol speelt. Ah. Ja, dat is best lastig. Cool. Hey, als wij nou ooit het overdragen aan onze kinderen, dan gaan we even... Oh ja, onze kinderen. En mijn nummer heb je al, dus dat komt goed. Maar zoals ik al zei, je hebt meerdere petten op. Wat is de tweede pet? Tweede pet is Silverfern. Dat is mijn interim managementbureau. Om af en toe een bedrijf in nood even verder te helpen. Zijn dat dan vooral wat grotere bedrijven? Ja, dat zijn vooral grotere bedrijven. Maar echt even... En dan moet ik echt aan een bijvoorbeeld verzekeraar denken of zo. Grote bank, grote verzekeraar. Op dit moment eentje in Den Haag. En dan ben je daar een paar maanden bezig? Of ja, een half jaar. Ja. En dan echt een cultuurveranderprogramma doorvoeren. Pittig. Ja. Ja, maar dan maak je niet alleen vrienden, denk ik, in zo'n periode. Nee. Ik heb toevallig van de week een goed gesprek met de opdrachtgever gehad. Of ik wat rustiger aan wilde doen. Oh. Want zij had niet de behoefte aan om elke dag te lijmen. Ik zei, nou, het feit dat mensen erover praten, betekent dat het werkt. Dus we gaan gewoon door. Niet moet inhuren natuurlijk. Precies. Nou ja, het is wel zo inderdaad. Als je wil veranderen, dan heb je eigenlijk altijd... Nou ja, je bent niet alleen maar erop uit om een schokeffect teweeg te brengen. Want je wil uiteindelijk mensen meenemen in verandering. Ja. Maar soms moet je wel even wat kaders stellen. Met piketpalen slaan om dingen scherp te zetten. En waar vinden we dat op internet? Onder silverfern.nl. Nou, dat is gewoon te makkelijk. Hè? Ja, dus dan de derde pet. De derde pet, dat is de pet, dat is deze pet. Oh, dat is een microfoon. Wat is jij zegt neem wat mee. Ik neem mijn eigen microfoon mee. Nee, heel fijn. Ja, je dacht dat wij geen microfoons hadden. Business. Bo van Bollestreek. Omroep en Bollestreek. En vandaar ook het tulpje wat erop staat. Oh ja. Stropdasje om het zakelijk te houden. Dat is een zakenradioprogramma bij geen concurrent van jou. Nee hoor. Een collega. We hebben geen concurrent. Publieke omroep hier in Noordwijk. Op woensdag geloof ik. Woensdagavond praten wij met ondernemers over wat hun bezighoudt. Hoe laat? Van 8 tot 9. En dat is ook op internet mee te luisteren, toch? Dat is gewoon op internet mee te luisteren. En kijk op bobusiness.nl. Het is niet ingewikkelder dan dat. Nee. En dan vind je ook de link naar de uitzending. En doe je dan ook dingen die in de regio spelen, zoals nu dat hele bloemencorso? Wij hebben de voorzitter van het bloemencorso afgelopen woensdagavond in bij het steken, geloof ik. Ja, wij waren live bij de steken van het corso. Nou, maar wij praten ook over complexere onderwerpen, zoals aanstaande woensdag over huisvesting voor arbeidsmigranten. Zijn er veel in de regio ook aan het werk. En die willen vooral hier komen werken als ze ook een fatsoenlijk bed hebben. Ja, het is niet zo raar. En er zijn wat ondernemers die zich daar heel druk over maken. Dus dat is een mooi onderwerp voor ons. Ja, nou, ik merk dat het speelt. En hier heel sterk, maar in het Westland aan de andere kant van Den Haag natuurlijk ook.
Ja, zeker. Dat zijn echt twee regio's waar het veel speelt. Noord-Holland ook en in Limburg. Dus, nou, ja, je had het net over dat steken. Wat wil het toeval? We hebben daar beelden van en die zijn gemaakt door Likke. Ik heb het geluid eventjes weggelaten. Wat zien we hier, Likke? Ja, dit is de Thaise wagen inderdaad. Dit is Esther den Hertog. En die vertelde mij helemaal hoe dat steken in zijn werk gaat en wat een werk dat is en hoeveel wagens er zijn. En, dat is inderdaad een wagen uit China en uit Thailand inderdaad. Dat is dus voor internationale belangstelling. De laatste jaren komen er steeds meer wagens uit het buitenland ook bij. Ja. Het Corso gaat ook de hele wereld over, begreep ik vanochtend. Dankzij de livestreams natuurlijk ook. Zeker. Ja, het werd zelfs in Brazilië uitgezonden. Ik hoorde de voorzitter vertellen, 60 miljoen kijkers naar een bericht over het Corso in Brazilië. Geweldig. Ja. Heb je enige indicatie van hoeveel mensen er dan langs zo'n route staan hier in de Bollenstreek? Ja, dat is een vrij hard cijfer, 980.000 en dat is elk jaar hetzelfde. Ik ga geen vragen stellen verder, maar dat weet ze gewoon van tevoren. Dat kennelijk. De regio weet namelijk waarom dat is. En als u dat als kijker wil weten waarom dat is, ga maar lekker zoeken op internet. 980.000 bezoekers dit jaar, dames en heren, bij Bloemencorso. Het is geweldig. Ja. Ik vind het ook heel bijzonder. Die Esther den Hertog trouwens, die we ondertussen in beeld voorbij zien komen ook, is bestuurslid van de stichting Bloemencorso Bollenstreek. Zeker. Maar zij werkt ook voor Flower Science. En met Flower Science hebben we vorig jaar weer een interview opgenomen met Simon Pennings van BAM Pennings, het bollenbedrijf. En hij was een van die initiatoren die zei, we moeten een beetje voorzichtig zijn met onze bollenvelden. En Esther is medepresentator van Bow Business. Nou, kijk, het is ook wel heel Casper doorgeven. Maar zo haakt het wel in elkaar natuurlijk allemaal. En dat is ook vrij... Is dat leuk dat het zo'n kleine gemeente is waar iedereen elkaar kent met alles wat elkaar doet? Of het zo klein is, weet ik niet. Maar dat zul je straks van Harry ook wel horen. Netwerken als ondernemer onder elkaar, dat werkt gewoon. Ja. Daarmee leer je omgeving goed kennen en uiteindelijk kun je elkaar de bal toespelen. Mm-hmm. En kun je op mensen terugvallen. Dus dat is wel heel belangrijk, dat je op die manier met elkaar samenwerkt. En jij hebt wat dat betreft wel een soort allesverbindende buurmanrol, in de zin dat met zo'n omroep haal je iedereen binnen, ken je iedereen. Wij doen dat echt voor de lol. De omroep is voor mij een vrije tijdsbesteding, maar het is wel een hele leuke vrije tijdsbesteding. Ik doe dat al 30 jaar. Voor het netwerk is het ook wel prettig. Zeker, want ik heb daar ook wel eens, dat is geen doel op zich, maar wel eens een klant uitgehaald. Ondertussen ziet u de beelden trouwens van vrijdagavond. Toen heeft het Corso ook gereden in Noordwijkerhout. Is dat, hè? Dan maakt ze een soort lichtjesfestijn. Een rondje. En het bijzondere was dit keer, daar komen we later in de uitzending ook nog over te spreken, dat de wagens daarna naar binnen moesten, want er zou een nachtvorst komen. Dat is niet echt lekker voor die gestoken Daar kunnen bloemen. Die hyacinten niet tegen. Wel als ze op het veld staan, maar zodra ze gesneden zijn, schiet dat niet op. Maar heel praktisch, hè? Ze zijn dus vanaf woensdag aan het steken met die wagens. Vrijdag is de eerste ronde dat er gereden wordt. Dan deze hele zaterdag helemaal van Noordwijk slinger de slinger naar Haarlem toe. En dan staan ze morgen de hele dag nog in de binnenstad. En dat trekken aan het eind van de dag zijn ze Ja, die vormen geen water of voeding toch verder meer? Nee, maar die houden dat wel een weekje zo uit. Ja? Ze zijn begin deze week, eind vorige week allemaal gesneden, worden koel gezet en dan gestoken op de wagens. Ja. Okay, kijk, ik heb hier een van die wagens. Dat is de wagen van China volgens mij. Ja, en dan ziet u inderdaad, de thema dit jaar was Changing Worlds, dus nieuw en oud eigenlijk, de veranderlijke wereld. En hier zie je dus je ziet de paarden niet meer, maar dat is een wagen met paarden ervoor en daarachter een hoogsnelheidstrein. Dus die hebben echt op die manier willen aangeven van het nieuwe en het oude mooi. Inderdaad. Nog meer beeld. Kijk, je ziet wel zelf zitten daar in Huis ter Duin op de achtergrond. Maar goed, dit was dus het zijn beelden van vanochtend, van de zaterdagochtend, waarbij tulpen natuurlijk, standaard alles door de regio heen slingerde. En jij hebt ook nog even gesproken met de voorzitter van Willem Heemskerk. Die zal ik eens eventjes... Is dit jaar de nieuwe voorzitter? Hè? Dat is het eerste jaar dat Willem, hij dit doet? Willem heeft zijn vuurloop dit jaar. Ik moet zeggen, hij is er uiterst relaxed onder. En dat kan ook niet anders, want hij heeft 1500 vrijwilligers die voor hem werken. En daar vertrouwt hij blind op. Hij heeft ook vroeger leiding gegeven aan de Rabobanken. Ja, dus hij is wel wat gewend ook van organisatie. En hij kent de streek. Nou, Likke die sprak eventjes met hem. Dus laten we eens even peilen wat hij... Dat was trouwens vanochtend, nadat hij het startsein had gegeven op de boulevard, kwam hij naar ons toe in het Palace Hotel. Dat klopt. Willem Heemskerk, hier achter zien we de winnaar van het Corso, de mooiste wagen, klopt het? Klopt ja. Maar het is allemaal zo vreselijk mooi. Het is eigenlijk allemaal mooi. Ze hebben elke wagen in het bloed, zweet, tranen in van stekers, van vrijwilligers die daar van alles in hebben gedaan. We hebben een prijs, we hebben nu gewoon een competitie. Je hebt 1, 2 en 3, maar ik zei ze al 18 top. Er wordt dan gekeken naar hoe mooi ze zijn, of hoe goed ze gestoken zijn? Of... We hebben 4 prijzen, er wordt gekeken naar het arrangement, er wordt gekeken naar het ontwerp, er wordt gekeken naar de constructie, de uitstraling, de lichtbereiding, de filterbereiding, alles. Ja, we hebben gisteravond al de parade.
En nu genieten? Kan je de hele dag genieten of moet je nog van alles? Nee, ik moet van alles. Want het Corso dat gaat nu hier weg in Noordwijk. Ja. En dat gaat richting? Gaan we richting Voorhout, Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom, Bennebroek, Heemstede, Haarlem. Ja, we zijn 42 kilometer verder. Ja. En dan morgen staat de hele dag. Goed, dat was dus vanochtend hier eventjes verderop in Noordwijkerhout. We hebben het mooi kunnen zien. Ik begreep dat heel veel mensen dan ook 's middags weer gaan kijken verderop in de regio om nog een keer de hele stoet van de andere zijde te zien. Willem rijdt er achteraan volgens mij. Hij vertelde dat hij in ongeveer elk dorp met de burgemeester praat. Ja, dus die is vooral heel veel handen aan het schudden vandaag en eindigt vanavond ergens in Haarlem. Ja, waarschijnlijk ook met de burgemeester. Ja, die burgemeester zijn natuurlijk apentrots dat ze door hun gemeente komen. Nou, dat denk ik wel. Hoe vaak heb jij hem al gezien, het Corso? Oh, dat kan ik niet meer tellen. Ieder jaar? Ja, een keer of 40. Zo, zoiets. Heel veel. Hé, hey, nou zag ik ook nog golfballen liggen die je hebt meegebracht. Ja, jij vroeg van neem wat dingen mee. Ja. En ik heb golfballen laten maken. Waarom? Dus binnenkort van Meer Business, netwerkclub uit de regio. Ja. Een golftoernooi. En ik was in gesprek met de directeur van Meer Business. Goh, ik wil er wel wat bij doen. En ik laat ballen maken. Nou, dus alle deelnemers krijgen een golfbal. En daar zit ook het hole-in-one consult aan gekoppeld. Hole-in-one consult. Het hole-in-one consult. Klinkt waarbij goed, de ondernemer eigenlijk drie kwartier een afspraak kan maken. Voor een eerste kort advies. Oh. En daarna gaat het uiteraard, krijgen ze, als ze meer willen, dan is het betaalde dienstverlening. Maar het is een soort inhoudelijke kennismaking, zeg maar. Inhoudelijke kennismaking. Direct al iets aan. Ja, ze kunnen vragen stellen gewoon via de e-mail van waar lig je wakker van? Mm-hmm. Waar willen ze iets over weten? Ja. En dat pakken we op in die drie kwartier. Oké. Okay. Dus korte klap even maken, focus. Okay, dat is op zich wel een goede tactiek natuurlijk. Je sponsort zoiets mee, zeg maar je hebt daarbij ook gelijk een soort... Ja, aanbieding of hoe noem je dat? Een zeker. En het balletje is symbolisch, maar het zijn volgens mij kwalitatief goede golfballen. Kunnen ze gewoon gebruiken in de baan. Dus, nee, er wordt heel veel gegolfd hier in de regio. Ik ben geen topper. Ik ga nooit een Ryder Cup winnen, maar... ik ben dus nooit verder dan al die clinics gekomen, een keer opnieuw. Maar... Nee, maar dat is hartstikke leuk. Nee, ja, dat is al best dat het leuk is. Dus zo doen we dat. Inderdaad even een korte aanbieding en daarna kijken we verder of we meer voor zo'n klant kunnen betekenen. Ja, ik kan me voorstellen. Hey, nog even een slotpitch voor het businessprogramma bij de... Met de regio-omroep. Mm-hmm. Heb je nog gasten in de planning staan voor... Nou ja, aankomende week hebben we dus een grote huisvester... en een uitzendbureau en een opdrachtgever die gebruik maakt van arbeidsmigranten. Ik hoor je echt zo netjes als publieke omroep praten. Gewoon geen namen noemen en zo. Maar je mag dat op zich. Ja, dat mag in deze. We hebben NWA, Jobs uit Noordwijkerhout. Flexwonen, ook uit Noordwijkerhout. Ja. Twee grote partijen, arbeidsmigranten. En Ruud Warmerdam van Warmerdam Spoelbedrijf, die komt bij ons langs. En ik heb al even een kort contact gemaakt met de gast die je zo meteen aan tafel hebt. Jo. Want Rob maakt ook gebruik van werknemers uit Oost-Europa. Dus dat gaan we ongetwijfeld ook binnenkort Rob Lutgers, een keer. Rob Lutgers, dan gaan we straks even aan Rob vragen. En we willen Rob graag als winnaar van de Sterke Schakel een keer in onze uitzending hebben. Jij ook. Jullie zijn eerder. Uiteraard. Nou, dankjewel Dennis. Dankjewel. Een beetje sterkte. Goed zo. Met alle activiteiten houden we ons vooral ook op de hoogte. En we zien je sowieso volgend jaar weer met het Corso natuurlijk. Maar waarschijnlijk voor die tijd... En kom ik weer bij onze radio. Dan. Oh ja, dat is wel heel tof. Ja, die vinden wij leuk, hè? Oké, ja, perfect. Oké. Hartstikke bedankt. Applaus voor jezelf, zou ik zeggen, Dennis. Vergeet je microfoon niet mee te nemen. Dat is al gewoon de spoiler wie onze volgende gast is. Nou, dat geeft helemaal niks. Mag ik die twee gasten ook uitnodigen? Ja, want de naam Rob viel zojuist al eventjes in combinatie met het zijn van de winnaar. Van de sterkste schakel Rob 2019. Lutgen. Dus Rob Lutgen inderdaad van RMM Mobiele Truck Cleaning Service. Goedemiddag, van harte welkom. En je bent niet alleen gekomen, want Harry de Reus van Rijnstreek Business, het zakenmagazine, is ook meegekomen. Maar jij bent ook initiator van de sterkste schakel. Wanneer is dat ooit begonnen? Dat is al een paar jaar geleden inmiddels. Het is nu de 16e verkiezing die we daar achter de rug hebben op 15 maart, jongsleden. En, ja, dus dat moet 2003 geweest zijn. Ja. Ja. En dan zag ik vanaf de zijlijn het evenement ieder jaar groeien, zeg maar. En ik weet dat er ook heel veel mensen, oud-winnaars, zijn inmiddels in de jury terechtgekomen. Ja.
Het is eigenlijk een heel soort community, hè, modern gezegd, die je aan het bouwen bent. Ja, maar het is heel klein ontstaan. Gewoon met een idee met 2-3 mensen en dat uitgewerkt. Nooit met de intentie dat het uiteindelijk uit zou groeien. Tot dat zijn de beste. Echt een fenomeen. En dat maakt het ook inderdaad een leuk evenement. Dat iedereen zijn eigen steentje bijdraagt. En dat het netwerk elk jaar groeit. Ik heb ook Rob alweer gesproken. Van Rob, kun je dan volgend jaar ook iets mee gaan doen in de jury? En zo wordt die kring rondom de juryleden. Het moet eigenlijk wel even op als je het gewonnen hebt. Ja, dat kan je niet onderhouden. Ja, maar het niveau van juryleden wordt daardoor ook groter. Want kijk, Rob zit hier nu niet voor niks. Hij is de winnaar van de sterkste schakel. En is dus door al die juryleden toch op een hele faire manier is die beoordeeld. Mm-hmm. Bezocht, gesprekken gehad. Ja, want dat wilde ik even doorlopen. Het hele proces. Er zijn iets van 60.000 bedrijven in de regio, geloof ik. Ja. Dan moet je een soort eerste grove selectie maken naar, nou, wat zal het zijn? Zo'n 300-400 houden we er uiteindelijk over van de bedrijven die via de publieksprijsverkiezingen binnenkomen. Want we hebben ook voor de finale aanbod een publieksprijs. Ja. En dan juryleden zelf kunnen vaak nog een voordracht doen. En dan heb je ook nog tips van mensen die een mailtje sturen spontaan. Kijk, toen wij begonnen, 16 jaar geleden, toen moesten we echt bedrijven gaan bellen van, kent u nog een bedrijf die eventueel waar u zaken mee doet, die u mee zou willen doen, et cetera, et cetera. Dat is nu niet meer nodig. We hebben nu de luxe positie dat we kunnen kiezen uit honderden bedrijven. De publieksprijsverkiezing is daar mede een katalysator in, want daar krijgen we iets van 20.000 stemmen elk jaar van binnen. En dan komen er ook weer allerlei nieuwe nominaties binnen. Mm-hmm. Dus we kunnen enorm kiezen, waardoor ook de keuze voor de jury ook elk jaar weer lastiger wordt. Van wie is dan van al die bedrijven de sterkste schakel? Ja, want hoe ga je dat vergelijken, al die sectoren en zo? Ja, kijk, klantvriendelijkheid is de leidraad natuurlijk. En dat is wel een universeel iets. Nou ja, kijk, klantvriendelijkheid is niet eens zozeer het woord. Dat maakt een onderdeel uit van klantgerichtheid. Mm-hmm. Ja. Kijk, als je 16 jaar sterkste schakel even zo bekijkt, hè, toen je me uitnodigde, dacht ik van, ja, wat valt er nou ook wat nieuws te vertellen over de klantgerichtheid? Kijk, we zitten nu in een tijd, en weet Rob alles van, dat het heel lastig is om goede mensen te vinden. Ja. En dat geldt niet alleen maar in de sector waar Rob actief is, maar dat geldt nagenoeg in elke sector. Dus wat zie je? Dat ook veel, bijvoorbeeld hier in Huis de Duin, dat er ook de klantvriendelijkheid en de gastvrijheid lastiger wordt, omdat er gewoon veel minder mensen op terrasjes rondlopen of die de kamers doen. Dus het hangt er nu heel erg af in hoeverre je klantgericht bent, in hoeverre je ook een aantrekkelijke werkgever bent. Ja. En hoe aantrekkelijker je als werkgever bent, hoe loyaler is het personeel, ook als het eens een keer overgewerkt moet worden. Ja. Maar is het ook veel makkelijker om nieuwe mensen te vinden. Ja, dus personeelvriendelijk in plaats van klantvriendelijk? Ja. Je ziet echt een verschuiving. Kijk, we hebben een paar jaar geleden hebben die crisis gehad. En dan zag je natuurlijk in de bouwsector dat elk bedrijf in de bouw, die was al blij als hij een dakkapelletje kon maken voor je. Want dan stonden ze in de rij. En je dan een offerte vroeg, had je binnen een uur ook een offerte. Nou, vraag nu maar aan één willekeurige aannemer hier in de buurt van, joh, kan ik een offerte krijgen voor een dakkapel? Mm-hmm. Dat is niet interessant. Nee. Dus daar zie je nu alweer dat er een glijdende schaal is, weet je wel, van klantgerichtheid. Omdat ze het gewoon te druk hebben. En dat heeft weer alles te maken met te weinig personeel. Dus het is vaak een golfbeweging. Mm. Op het moment dat die crisis achter de rug is, we zagen dat ook tijdens de crisis en ook de paar jaar, 2 jaar na de crisis, zag je dat al die bedrijven heel erg bezig waren met hoe kan ik vanuit een stuk zelfreflectie beter bezig zijn met die klant. En die klant die was opeens weer heel erg belangrijk. En nu zie je weer langzaamaan weer ontstaan dat die klant weer wat minder belangrijk wordt. Ik hoop niet dat het bij Rob is, zeker niet, want anders had hij ook niet gewonnen. Nee, maar je ziet het wel. Maar dan leef je dus wel op bij zo'n sterkste schakelprijs. Dat je kijkt van welk bedrijf is niet alleen met zijn klanten bezig, maar ook bezig om een vriendelijk bedrijf te zijn voor de werknemers. Ja, vorig jaar hebben we een recruitersbureau ook ingeschakeld die alle bedrijven ook spreekt. Daar is ook een Rob aan tafel gekomen. Om te kijken van in hoeverre is zo'n bedrijf niet alleen maar op de markt actief, maar ook op die arbeidsmarkt. Hoe profileert hij zich? Hoe is hij intern met zijn medewerkers bezig? En ook dat wordt nu meegewogen. Ja. Nee, dat snap ik. En dan heb je nu dit jaar, hè, als we naar de 2019-editie kijken, is er weer een mooie winnaar naar voren gekomen, Rob. Je hebt het beeldje gekregen. Wat is er daarna gebeurd, zou ik maar zeggen? Want ik ken die beleving niet. Ik win nooit dat soort dingen. Nee, ik eigenlijk ook niet. We hebben er wel terecht over gezegd. Dat ik hem niet win bedoel. Nee. Dat wij hem wel hebben gewonnen. Wat gebeurt er met je? Ja. Die kwam een flink aantal maanden geleden bij mij op de zaak. En zei tegen mij, joh, je bent genomineerd als sterkste schakel van de Bollenstreek. Ja, ik zeg, door wie dan? En dan ontstaat er van alles. En dat hele circus duurt een jaar. En dan ga je naar Huis de Duin. Want er was een uitreiking.
personeel, van medewerkers mee. Ja, dat is geweldig. En dan sta je, kom je ineens als sectorwinnaar uit de bus, totaal onverwacht. Nou, dan ga je op dat podium je verhaal vertellen. En dan kom je aan de winnaarstafel en dan komt er een notaris met een grote envelop en dan ben je uiteindelijk overal winnaar. En tot mijn verbazing waren wij ook de overal winnaar. Ja. Het is niet een prijs voor mij, maar het is een prijs voor het bedrijf en ja, met name ook voor de medewerkers, want die zijn natuurlijk altijd het allerbelangrijkste. Maar ben je vandaag netjes in het pak, ja. 3D, ik hou daarvan, zoals je ziet. Maar we zagen net ook een foto in je werkkledij langskomen. Ja. Wat doen jullie nou precies als bedrijf? Ja, dat is een vrij breed portfolio. Hij was 1200 trucks in de week. 1200? Ja, en wij zijn een gecertificeerd bedrijf waar het gaat om HACCP, warewetreiniging van koeltransport. Dus we hebben met levensmiddelen en dergelijke. Levensmiddelen, ja. Wij doen calamiteiten op Schiphol. En die calamiteiten op Schiphol bestaan uit het opruimen van olielekkage uit vliegtuigen. Mm-hmm. Dat kan zijn variërend van een liter tot en met duizenden liters. Ja, want als daar natuurlijk kerosine of iets anders op de grond ligt, dan is dat stuk gewoon echt onbruikbaar. Dat klopt. En we hebben hartstikke duur. Ja, op Schiphol hebben we geen plekjes over. Dus de zaak is dat het zo snel mogelijk wordt opgeruimd, schoongemaakt, zodat er een vliegtuig op de opstapplaats kan. Ja. Dat betekent dat je binnen een half uur operationeel moet zijn bij het opruimen van de calamiteit. Een half uur, dus lekker dat jullie in de buurt zitten om te beginnen. Nou, we hebben nu vanaf een aantal jaren al permanente bezetting door de week. En we gaan vanaf juni naar permanente bezetting, ook in de weekenden. Mm-hmm. Want jullie hebben daar gewoon ook voertuigen op Schiphol. Ja. Zeg maar. Hey, nou zie ik hier op het filmpje een vrachtwagen met de hand helemaal schoon geboord wordt. En zo heb ik ook personeelstekort. Heb je niet een soort machine waar ze doorheen gaan? Ja. Met een spuit. Dat zegt Lieke weer, hè? Ja. Goeie vraag. Slim gedacht. Alleen de kwaliteit, snelheid van een truckwasstraat staat niet in verhouding met de snelheid waarop wij wassen. Ik zei al 1200 auto's in de week. Dat betekent dat we bij klanten tussen de 10 en de 60 auto's per dag wassen. Mm-hmm. En dat doen we dan bij meerdere klanten, anders kom je niet aan die aantallen. Nee, tuurlijk. Het ding is, bij dit soort transport moet ook de binnenkant gereinigd worden. Ja. En dat doen we niet in een, dat kan ook wel in een wasstraat natuurlijk, maar het proces is anders en duurder, want wij hebben geen indirecte kosten. Wij staan bij de klant op locatie en de klant, zijn auto staan stil, dus hij hoeft niet naar de wasstraat en zijn chauffeur zit er niet in. En we hebben allemaal te maken met de rijtijdenwet. En dus de indirecte kosten maken het wat. Dus het is goedkoper en beter. Goedkoper. Ja. Maar je hebt dus in feite een parkeerplaats of iets dergelijks nodig waar je aan het werk kan gaan. Ja, een plekje. Maar hoe ben je ooit op zo'n idee gekomen? Zeg maar? Heb je dit altijd gedaan? Of Nee. Ik kom uit de baggerindustrie, de waterbouw. Ja. Ik heb heel lang in het buitenland gewoond en gewerkt. Mm-hmm. Maken van havens. Grote schepen, geweldig dynamisch leven. Ja. Maar dan krijg je verkering. Ik heb al verkering trouwens. En dan op een gegeven ogenblik ga je keuzes maken. Wat wil ik? Hè? Blijf ik doorgaan in het buitenland of ga ik mijn roots aan de wal zoeken? Mm-hmm. Nou, dan kom je in een walfunctie terecht, in een walfunctie. Het mobiel reinigen van vliegtuig, afhandel materiaal of locatie, dat is vond ik nou niet heel geweldig. Een hele grote stap van havens bouwen. Onze medewerkers beschikken over alle benodigde. Dus dan ga je toch weer de vrijheid, structuur opzoeken. En ik had in Singapore gezien dat ze heel lang geleden dat ze water opvingen, want ze van een vrachtauto was gespoot. De werkzaamheden worden nog niet zo helemaal door hoe het wordt gebouwd. Toen ben ik dat zelf gaan ontwikkelen en heb ik mobiele vloeren ontwikkeld, filtersystemen en vooral alle belangrijkste vergunningen aangevraagd. Ik zag die vrachtwagens worden op een soort plastic gereden. Er zit een springkussenblower aan dan eigenlijk. Dan wil ik niet zeggen dat wij de springkussenblowers gepikt hebben, maar ik denk dat het eerder andersom is. Want wij doen dit natuurlijk al meer dan 20 jaar. En dan heb je... Dan word je gekopieerd op een gegeven moment. Ja, dan krijg je bedrijven die zullen het best wel goed doen, maar je hebt heel veel klinken als bedrijfjes. Ja. Geen vergunning. Weet je, ik wil er niet al te veel over zeggen. Nee, dat hoef je ook niet te doen, want je kan op eigen kracht dingen presteren. Maar je kan je wel voorstellen dat een KLM en anderen, die moeten gewoon 100% kwaliteit hebben en geen geduvel krijgen. Nee, dat heb je helemaal gelijk in. Kijk, wij hebben één groot probleem in ons wasbedrijf. Dat is als het vriest kunnen wij geen auto's wassen. Wacht even, voor als het vriest. Nee, dat lijkt me wel een dingetje, ja. Daar zijn we, zeg maar, 20 jaar geleden, omdat we als eerste mobiele wasbedrijf op Schiphol werkten, uitgenodigd om te helpen bij de-icing van vliegtuigen. Mm-hmm. En nu, 20 jaar verder, doen wij de logistiek van vloeistoffen, we doen de logistiek van
tanks in en uit het veld, vliegveld brengen. Dat doen we met Rijnlandse start- en landingsbanen met onze tanks. Of met de tanks met vloeistoffen. We hebben daar 500.000 liter op voorraad staan. En daar zijn we ook verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole. Technisch beheer van de voertuigen, de icingvoertuigen. Even voor de hele domme kijk, hoor. Je zegt dat zo makkelijk. De icing van vliegtuigen? Bevroren vliegtuigen of zo? Nou, het weer zoals vandaag, dat is vrij koud. Ja. En als de luchtvochtigheid hoog genoeg is en de temperatuur is laag, dan krijg je ijsafzetting op vleugels. Okay. En een vliegtuig moet schoon de lucht in. En wordt een vliegtuig behandeld met een de-icing vloeistof. Kun je eigenlijk een beetje vergelijken met ruitersproeien vloeistof. Ja, ik doe dat ook wel eens de-icing. Ja, met chocolade. Maar wij doen dat met onze klanten KLM. We werken voor de KLM. Maar we werken ook voor andere partijen, maar niet voor het fysieke de-icing. We leveren ook een aantal operators. En het is gewoon een hele leuke tak van sport. Onze mensen vinden het iets anders dan het auto's wassen. Ja, dus nu vannacht en afgelopen nacht. Ja, dat wilde ik vragen. Want ik hoorde dat de bloemencorso zo moest naar binnen vannacht vanwege de bloemen. Want er was nachtvorst verwacht. Ja. Was er een vorst? Wij hebben die ijzingen gedragen vanmorgen. Dat is heel een wonder dat je hier zit. Ja, nou, ik was er zelf niet, maar ik ga vannacht zelf met een clubje mensen. Ja, ja. Dat komt omdat we dat proberen een beetje. Vannacht wordt het weer koud. Ja. Okay. Kijk, als het. Weten we het gelijk, maar als het plus 2 of 3 is, dan kunnen wij gewoon ons vrachtwagenwaswerk doen. Ja, dat is de truc natuurlijk. Ja. Maar er moet ook gereisd worden. Ja. Dus wat wij dan doen is het MT-team van kantoren. Dat zijn altijd mensen die gaan. Je hebt een periode. Of een temperatuur waarbij je dubbel gewoon zit eigenlijk met je werk. Ja, gewoon de witte borden gaan gewoon hetzelfde in. Ja, witte borden, ja. Wij zijn bedrijfwerker geen witte borden, hoor. Nee, eigenlijk niet. Nee. Nou. Iedereen doet alles. Ja, okay. Nee, maar dat is wel bijzonder, want kijk, het reinigen van trucks en dergelijke kan ik me iets meer voorstellen, maar de-icing en dergelijke, daar moet je volgens mij ook certificaten dingen voor hebben. We doen ieder jaar trainingen daarvoor. Mm-hmm. De chauffeurs, dus zeg maar de operators, die hebben bij KLM onderverdeeld in categorieën. Die chauffeurs, operators hebben een categorie. Degene verantwoordelijk voor de kwaliteit, de controle van de vloeistoffen, hebben een categorie. En ieder jaar moeten die refreshen. En dan krijg je natuurlijk een permit om voor dat jaar de ijzing te doen. Okay. In de zomer gebeuren de trainingen. Ja. En hoorde ik net dat er dan een tekort is aan personeel overal. Ja, ja, ja. Bij jou ook hoorde iets over buitenlandse werknemers. Waarom is het bij jou extra leuk om te werken? Hoe zorg je dat de mensen toch naar jouw bedrijf komen? Wij zijn een dynamisch bedrijf. En het is elke dag wat anders. We zijn nooit bij elke dag een andere klant. Dus dat is heel apart. Kijk, het charmante van ons werk, als het 20 graden is en je bent lekker met water aan het spelen, is het natuurlijk heerlijk. Plus 2 is het wat minder charmant. En, maar ja, goed, daar hebben we weer kleding voor. En bij ons is het een vrij platte cultuur, ondernemerscultuur. Ja, maar de stijl van leiding is, heel veel mensen die bij mij werken komen van zee af. Wij noemen dat de gemoedelijke dictatuur. Ja. Dat is onze lijn. Zo werkt wij varen die koers en zo. Gemoedelijke dictatuur, dat ga ik thuis ook eens proberen. Ja, die hebben we al, hoor. Ja, die hebben we al, dat weet ik. Ja, ik trouwens ook, hoor. Ja, maar daarom ben je buiten de deur zo. Hè. Maar goed, daarover een andere keer weer. Harry, ben je blij met deze winnaar? Want je moet altijd maar afwachten bij zo'n prijs, want je hebt geen invloed op de jury. Dat hij als winnaar eruit gekomen is. Ja, zeker. En ik ook omdat ik weet dat Rob is heel nuchter. En het was ook een man die niet had verwacht dat hij op het podium zou staan. En ik spreek wel eens ondernemers die denken van nou, dat beeldje, dat ga ik eens eventjes ophalen in Huis ter Duin. En, dus de houding hoe Rob aan deze verkiezing begon, dat is altijd fijn als je dan zo'n iemand als Rob zo enorm kan verrassen. Ja. Want dat was hij volledig. Mm-hmm. Daarnaast is het ook weer leuk dat het een bedrijf is uit de Bollenstreek. Hè, want ja, het is natuurlijk een regionale verkiezing. Dus Alphen, Bodegraven, Wallingsveen, al die. Het is een grote regio, hè? Ja, het is het gebied Rijnland, maar dan ietsjes groter. En nu in Sassheim hebben we ooit eens de eerste winnaar gehaald. Oh. Dat was Hedera, die nu aan de A44 zit. En dat was de eerste winnaar van de eerste verkiezing. En nu na 16 jaar is Sassheim weer aan de beurt. Het leuke was ook wel dat wij die compleet verrast natuurlijk die avond. Allerlei mensen willen wat van je weten. Interview hier, interview daar. Ja. Wij gingen s'nachts naar huis. Huis toe eigenlijk. Het werd laat, hè? Ja, ik was er ook, maar het werd laat. Het ding is dat wij zaterdag onze drukste dag, want het staan de meeste vrachtauto's stil. En dit was op een vrijdag, Ja, dat was op een vrijdag. En dan
pak je je telefoon, kijken wat de operationele situatie van het moment is. Mm-hmm. En dan ben je 2,5 uur bezig om de appjes en de felicitaties te beantwoorden. Dat vond ik wel grappig. En Harry belde mij van, joh, heb je dat nou ervaren? Dus ik heb dat Harry verteld. Maar hij zei er niet bij dat hij dat gelijk opschreef. Oh. Dat staat dus in... Oh, dit is in dit blad. Ja, ik net al even zien. Ja, dat is echt zo'n journalist. Ik kijk uit wat je tegen Harry zegt. Er bestaat geen off-the-record voor een journalist, toch? Nee, maar ik denk op het moment dat ik ga zeggen dat het in het blad komt, dan gaat hij dat misschien opleuken en verfraaien. Ja, ik wil gewoon het verhaal uit zijn buik horen. Echte verhaal. En nou, toevallig was het ook een mooi verhaal. Ja, dat was zeker. Ja. Ja. Hey, maar het werk is nog wel afgekomen die zaterdag? Jazeker, ja. Dan mag ik open. Niet ondergeleden. Dan kun je snel dichten. Ja. Hey, en hoe verder, even naar de toekomst kijkend, zeg maar. Je begon met de trucks, de icing is erbij gekomen. Heb je zoiets van, nou, we gaan nu een beetje consolideren? Nee, absoluut niet. Huh? Waar kansen liggen, pakken we ze. Ja. En proberen we ze in ieder geval te pakken. En kijk, het is natuurlijk zo dat wij een vrij brede dienstverleningssector hebben op Schiphol. Mm-hmm. Die bestaat uit het reinigen van de voertuigen. En op Schiphol is trouwens alles anders, hè? Ook qua reinigen van voertuigen. Maar ook qua calamiteiten. We hebben nu een optie om vliegtuig drinkwatertanks te gaan reinigen. Oh, ja. We doen al de voortrajecten van de waterwagens die water bij vliegtuigen brengen, maar nu ook de vliegtuigen. Het nadeel daarvan is, zover je het een nadeel mag noemen, je moet heel goed uitkijken, want als een vliegtuig op Schiphol water tapt, is dat een ander water dan in Afrika of in Amerika? Hè? Bijvoorbeeld Amerika zit de chloor in en hier niet. Je moet wel weten. Dus qua kwaliteitseisen is dat heel erg moeilijk. En, maar we proberen daar wel met zoveel mogelijk kennis en kunde en vooral energie en dat ook over te brengen op onze mensen om dat te gaan vlot trekken. En als je nou kijkt naar de toekomst en personeelstekorten en alles, er zijn over een paar jaar schoonmaakrobotjes? Nee, ja, niet in mijn vak. Nee, het blijft gewoon mensenwerk? Ja, kijk, wij zijn als gecertificeerd bedrijf, meten wij de reiniging van binnenkanten van vrachtwagens na reiniging. Oh ja. En die moeten voldoen aan een norm. Mm-hmm. Het stukje transport tussen de fabriek waar alles uitmuntend geregeld is en de supermarkt waar alles gelikt eruit ziet, is een stukje missing link. Ja, daar zit een, wij spreken potentieel risico, maar dat moet nou juist heel perfect. Goed. Ja, en wij doen dan digitale verslaglegging, maken foto's van de reiniging en de metings en resultaten. Je bouwt dan een trend op per klant, per voedsel, middel wat ze per ding wat ze vervoeren. Zodat je niet iedere keer die meting hoeft uit te voeren, maar wel die ontsmetting. Ja. Nou, dat is voor een auditeur heel erg belangrijk. Als hij bij een klant komt kijken, dat hij tegen de klant zegt van, joh, laat mij nou eens zien hoe veilig jouw auto's zijn. Ja. Dan pakt hij zijn digitale ding. Ja, kan hij weer opdrachten mee binnenhalen. Zo doen wij dat. Nee, dat we werken niet voor de eerste de beste. Nee, dat terecht de winnaar, hè? Ja, ik kan me voorstellen dat je daar trots op kan zijn. Ja. Ja. Je denkt, alles is verpakt in zo'n vrachtwagen. In driedubbel plastic pellets. Ja, dus maakt niet uit waar komt geen bacterie die vrachtwagen in. Maar die grond komt ook een keer van het land af, hè? Ja. Er zit ook weer van alles door. Ja. Ze halen het niet verpakt uit het land vandaan. En nee, dat niet. Nee, dat denk ik niet. Ja, geweldig. Maar mooi dat zo'n bedrijf die redelijk in de anonimiteit zat hier in de regio. Mag dat zo zeggen? Ja, absoluut. Dat hij opeens uit de anonimiteit is. Iedereen podium, die ook weten, niet iedereen, maar in ieder geval heel veel mensen weten nu wat Rob allemaal van mooie dingen doet. Heb, daar is ook die verkiezing natuurlijk ooit eens voor opgezet. Mm-hmm. Om zulke soort bedrijven echt een podium te geven. Ik heb heel veel nieuwe vrienden. Ja, dan weet je hoe dat gaat. Ja. Als je wint, heb je vrienden. Ja, toch? Maar het leuke is ook van, ja, weet je, hele grote bedrijven hier in de regio, die hebben ons benaderd om bij hun ook de dienstverlening te gaan verzorgen op basis van wat wij... Ook bijvoorbeeld met gebouwen dan of zo. Ja, wij doen ook nog, als een klant een lekkage, bijvoorbeeld een hijskranenbedrijf een hydraulieklekkage heeft, dan bellen ze ons op en dan halen we onze spullen van Schiphol af en we gaan lokaal. En dat is 24/7. Mm-hmm. Ja, dus je ziet echt je business nu stijgen door de prijs. Nou ja, dat wil ik nog niet direct zeggen, maar er is wel markt. Onze markt, mensen bedenken zelf markt voor je eigenlijk. Hè? Dat is grappig. Als je goed naar de markt luistert, dan bedenken mensen zelf, met wat jij er nu doet, zou je ook dit of dat kunnen doen? Ja. Vraagteken. Ja. En dan, maar een leuk voorbeeld daarvan is, ik werd gistermiddag om 5 uur of zo gebeld door een afhandelingsafdeling van de KLM. Wij noemen dat een trap aflikken. Een vliegtuigtrap. Dat noem ik thuis
niet zo. Nee, maar wij noemen dat in Japan wel zo. En wat ze daarmee bedoelen is, ze moeten hoogwaardigheidsbekleden zo. Oh, jij moet echt heel erg gaan. Ja, en waarom is dat nou? Een Chinese Airbus A350 die landt op Schiphol. Zo flinke, ja. Ja, dus er komen allerlei hoogwaardigheidsbekleders van de maatschappij en uit van China. Ja, die laat je natuurlijk niet over een smerige... Nou ja, traps zijn niet echt smerig. Nee, maar het moet echt super schoon zijn. Dus we zijn vandaag twee trappen aan het aflikken. Oké. Geweldig. Als ik nou van de week mijn truck wil laten doen. Of mijn trap wil laten aflikken. Ja, ook dat. Nee, maar serieus, waar kunnen we jullie vinden online? www.cleanplaza.nl. Oké. Okay. En dan kom je op onze website terecht. En nu is het niet zo dat je nu belt dat we gelijk morgen kunnen beginnen. Nee, want we moeten vergunningen vragen, meldingen doen, omgevingsdiensten. Het moet ook een beetje ingepland worden. Het moet ingepland worden. Ja. Wij werken op basis van continuïteit. Mm-hmm. Dus ik weet nu al de planning voor volgend jaar. Ja. En dat zou dus makkelijk zijn in mijn leven, in ons leven. Alleen de wispelturigheid in het bedrijf maakt... Nou ja, zelfs het weer. Het is wel uitdagend. Maar nogmaals, sterke schakel 1, prima. Ik vind het geweldig. Maar met name voor de werknemers die bij ons werken. Die, ja, ik zag de trots ook van de mensen die er waren inderdaad. Echt heel bijzonder. Cleanplaza.nl dus. Nog even naar Harry, want ja, de sterkste schakel is voorbij voor dit jaar natuurlijk. Hoe werkt dat met dat juryproces? Moeten die langzamerhand alweer gaan opleiden voor volgend jaar? Of hebben ze nog even de tijd? Nou, ik heb al de eerste bedrijven bezocht voor 2020. Het is aan mij altijd de taak om met de mensen even kennis te maken. Zoals ik ook bij Rob ooit eens binnenstapte. En dan uit te leggen wat de verkiezing inhoudt. Waar ze beoordeeld worden. Ja. En dat ze ook een beetje weten dat het ook een bepaalde impact kan hebben op het bedrijf. Nou, en dan krijgen we op een gegeven moment een go van de ondernemer. Van nou, we vinden het leuk om mee te doen. Mm-hmm. En dan ga ik zo tot november ga ik al die bedrijven bezoeken. Dat plan ik meestal een ochtendje of een middagje in de week voor. Ja. En dan laat ik me ook altijd maar verrassen. Want op het moment dat ik daar kom. Ja, ik ken ook niet al die ondernemers. Mm-hmm. Zoals ik Rob ook niet kende voorheen. Ja. En dan kom je toch wel bij de mooie pareltjes af en toe binnen. Ja. Ja. Rob, waar staat hij bij jullie op het bedrijf? Hij staat op het kantoor van de bedrijfsleider en werkvoorbereider. Ja. En dat komt omdat mijn kantoor, ik vind muziek ook leuk, want ik heb allerlei dingen. Maar dat is meer het ding waar ze... Hij is ook van iedereen natuurlijk. Hij is van iedereen natuurlijk. Ja. Dus hij staat bij die jongens. Mm-hmm. Net als de oorkonde. Juist, jullie hebben ook een soort juryrapport erbij gekregen. Ja. Die hebben we ook gekregen. En het leuke daarvan is, als je dat leest, dat is heel erg leuk geschreven. Er staat, het verhaal van RMM leest als een spannend jongensboek. Ja, dat vind ik eigenlijk zelf ook wel. Geweldig. Het is wel bijzonder. Het is wel lekker storytelling-achtige ondernemer ook natuurlijk voor jou. Voor dat blad en alles. Ja, nou zeker. Er valt wat over te vertellen. Ik heb wel eens tegen Rob gezegd, van, je gooit er een kwartje in en dan komt geluid uit. De dynamiek van ons bedrijf maakt ook dat ik heel enthousiast ben en zeker nog de eerstkomende jaren zal blijven. Ja, dat weet je. Nou, ik wens je nog heel veel mooie hoofdstukken in het jongensboek. Geweldig. Als mensen nog suggesties willen doen voor bedrijven volgend jaar, kunnen ze die ergens aanmelden online of zo? Of hoe werkt dat? Als ze naar de website gaan van de sterkste schakel, dan vinden ze vanzelf wel ergens een e-mailadres en dan kunnen ze nog plaatsen. Ja, kunt zichzelf dus even naar de website van de sterkste schakel. Kun je ook nog terugkijken hoe dit jaar was, welke bedrijven allemaal genomineerd waren en de sectorprijzen hebben gewonnen. En dan kun je ook voor volgend jaar alvast vooruitblikken. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ik zou zeggen, voor jullie is het weekend begonnen. Voor mij niet. Jij moet het doen. Ja, zeker. En voor ons nog niet, want we hebben Gerard Luchtigheid in het programma. Onze laatste gast alweer van deze uitzending. Maar wel een hele spannende, hè? Over mensen die goed kunnen spreken gesproken. Want Gerard is van H2Fuel. En dat is hij is daar hoofdwetenschap overigens. Eigenlijk ben jij medisch technoloog van achtergrond, toch Gerard? Ja. Ja. En dan ben je zomaar in de waterstof terechtgekomen. Hoe is dat nou toch zo gekomen? Nou ja, ik ben gestopt. Je was met je normale werk gestopt inderdaad in de zorg. En pre-pensioenen mensen. Ik werd gevraagd eigenlijk door een Nederlandse investeerder, Rob de Kraa, om voor hem uitvindingen te gaan bekijken. Te beoordelen. Te beoordelen of hij als een investeerder daarin zou kunnen gaan stappen. Daar heb ik diverse uitvindingen beoordeeld. Maar dan jeukt er iets en dat begin je zelf. Ja, want je had nog wat dingen achter in je hoofd zitten. Ja, ik had nog wat dingen in mijn hoofd zitten die ik doen wou. En een van die dingen had te maken met waterstof.
Kijk, ik heb hier het beeld even opgezet. H2Fuel Systems. Laten we even bij de basis beginnen. Je hebt waterstof, gas. En dat is meestal, als mensen in de media nu waterstof zeggen, dan bedoelen ze waterstofgas. En dat kun je gebruiken als een soort van aardgas, zeg maar, om dingen mee te verbranden en daar warmte mee op te wekken of elektriciteit. Het mooie van waterstof is dat het een gas is wat de meeste energie bevat. Mm-hmm. Als je het vergelijkt, kan je 1 kilogram waterstof ongeveer vergelijken met 4 kilogram aardgas. Ja, dus van de gassen is het van de gassen is het rijke, meest compact, ja. En bevat het gewoon de meeste energie. Okay. Het probleem daarbij is dat het kleinste atoom is, ja. Maar in volume het grootste. We praten over het kleinste, maar we bedoelen eigenlijk het lichtste. Nou, hebben wij scheikunde gehad, maar dat betekent dus dat wij een soort lage energiedichtheid dan hebben. Hoe zeg je dat? Als je naar waterstof kijkt, bevat waterstof een bepaalde energieinhoud. Hoe je dat waterstof hebt, gebruik je het. Ja. En dat is altijd eigenlijk als gas. Ja. Omdat het zo volumineus is, betekent het dat je per volume-eenheid heel weinig energie hebt. Dus je moet bij spreken hele grote, of heel veel grote tankwagens laten rijden. Ja. Als je het vergelijkt met benzine of andere brandstoffen of whatever. Ja, dan rijden heel veel vrachtwagens. Waarom zou waterstof dan toch interessant zijn? Nou, het is interessant vanwege het feit dat je het helemaal groen kan houden. Want je kunt het opwekken. Zonder vervuiling op te wekken. En bij het gebruiken maak je weer water. Ja, maar even terug naar dat opwekken. Je kunt het op verschillende manieren maken. Je kunt het uit andere gassen afleiden. Maar je kunt het ook maken door elektrolyse. Ja. En die elektriciteit die je daarvoor nodig hebt, kan je bijvoorbeeld van zonnepanelen halen of uit windmolens of andere zaken. En als je dan die energie wil opslaan als waterstof, dan ga je gigantische druktanks krijgen. Ja, en dat, want je wil het kleiner maken, anders is het. Je wil het compacter verpakken. Nou, en nou is er in de chemie een stof bekend, die is al bekend sinds de midden jaren 40. En dat is natriumboorhydride. Natriumboorhydride. Ja. Dat betekent, je hebt je hebt metalen zoals natrium. Ik zet er even een schemaatje bij. Ja, nee. Natrium, ja? Die heb je, en daar kan je waterstof aan koppelen. Ja. 1 waterstof. En bij uitzondering 2. Mm-hmm. Maar nou heb je eigenlijk, net als dat je in de ruimte een docking station hebt, heb je atomen die je ertussen kan zetten als een docking vermenigvuldiger. Ja, okay. En dat is het atoom boor. Het fijne van boor is dat het een van de eerste atoomnummers is. 4. Ja, het is atoomnummer 4, laag. Dat betekent ook weer klein, maar het kan het metaal waaraan je het koppelt, bijvoorbeeld dat natrium of dat lithium, kan het meer dokplaatsen geven. Ja. Door dat te doen kan je er niet meer 1, maar 4 waterstof. Ja, dat is heel trosje eigenlijk. Ja, eigenlijk als trosje druiven. Mm-hmm. Ja, we zien ondertussen het plaatje, en dan zien we daar links ook staan natriumboorhydride, dus het NaBH4. Maar waar kwam het lithium vandaan? Waarom hebben we dat nodig? Er zijn veel metalen die dat kunnen. Oké, je kan het ook op een andere manier doen. Je kan het op vele andere manieren doen. Maar deze manier heeft als voordeel dat het heel veel energie kan binden, punt 1. Ja. En punt 2, het blijft even stabiel. Ja. Dus als je het gemaakt hebt, leg je het bij wijze van spreken in een plastic zakje op de plank. En dan blijft het. Want in welke vorm is het dan? Het is geen gas meer, toch? Het is dan eigenlijk een soort zeepoeder. Vroeger, in de tijd dat mijn moeder nog de was deed, korreltjes, had je waspoeders à la Dash en Omo en noem maar op. Ja. Ja. Als je die voelde, waren dat ook allemaal korreltjes. Die korreltjes zaten toen de tijd in dat waspoeder. Ja. En dat zorgde dan voor het verkleuren, wat een hoop mensen misschien zich nog wel kunnen herinneren, dat bij de vroegere waspoeders alles bleek werd. Ja. Nou,
Ja. Daar zorgt dat natriumborhydride voor. Ja, simpel gezegd. Oké, maar nu hebben we het gelukkig voor een andere toepassing. Nu doen we er wat anders mee. Wacht even hoor, want de stap die we nu al gemaakt hebben is dus we zijn van gas gegaan naar stabiele korreltjes. Ja. Waarbij dan volgens mij door die trosvorming de dichtheid ook nog wat toegenomen is van de energie. Als je het gaat bekijken, dan is de dichtheid van het gas vergelijkbaar met de grootte van het atoom onder druk. Als je een gas onder druk zet, wordt dat steeds kleiner. Dat zit over de 2000 bar heen. Want het wordt in het metaalraster van het natrium gedrukt. Ja. En daarin wordt dat opgenomen. Mm-hmm. Dat betekent dat als ik het vrij maak, dat eigenlijk ogenblikkelijk zegt plop. Ja, en ik ben eruit. We gaan zo direct verklappen hoe we dat vrijmaken doen. Ik wilde eventjes naar aanleiding van het schema laten zien wat voor proefopstelling je op een gegeven moment mee begonnen bent. Dus even kijken, want ik heb hier allerlei mooie platen. Kijk, dit is een diagonale buis, noem ik het maar even heel simpel. Daar sta je zelf bij. Wat heb je er neergezet? Dat is een opstelling van glas. Die kunt u zich misschien wel herinneren van de middelbare school. Dat je uit glas van allerlei opstellingen kon bouwen. Mm-hmm. Nou, die staat in de hoek tegen de muur aan. Die glazen opstelling. En daar heb ik een buis, een liggende buis aangekoppeld. En het onderste punt van die buis heb ik naar de afvoer geleid. Ja. Over de hoogte van de buis heen. Okay. Dat gedaan hebbende heb ik de reactie in een heel klein beetje poeder genomen, daar de reactie in plaats laten vinden. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk ogenblikkelijk dat gas het water wegdrukt. Oké, okay. Dus daar komt de kracht vrij als het ware. Daar komt dat uitgezette gas vrij. Die buis die heeft een intern oppervlakte van 10 vierkante centimeter. Dat betekent als ik een centimeter verplaatst heb, heb ik 10 milliliter gas gemaakt. Dus als ik dan de lengte van het gasvrije gedeelte met twee elastiekjes aangeef, pak ik een rolmaat en dan kan ik het verschil zien. Dat is. Oké, dus daarmee heb je het aangetoond als het ware dat er werkelijk iets gebeurt. Ja, dit is de conceptproef die is plaatsgevonden. Wanneer was dat? Ja. Dat was in 2009. Oké, we zijn 10 jaar verder. Je hebt wel lange adem nodig inderdaad. Want wat vond iedereen dat een goed idee? Want ik ben dus bezig met samengeperste energie, als het ware. Korreltjes, dan wel gas. Ja, dat klinkt toch als je denkt van, als daar iets misgaat, dan komt er een heleboel energie te snel vrij. Het punt was, niemand geloofde het. Niemand geloofde het dat wij een oplossing hadden gevonden voor het probleem wat al bestond sinds de uitvinding van natriumborhydride door een paar Denen. Mm-hmm. Sinds dat moment gedaan is, was het feit, we krijgen het er niet goed uit. Het feit lag op tafel. Ja, dat was het probleem, was dat je het er niet goed uit kreeg. Je kreeg er maar 30-50%. Ja, daar doen we het niet voor. Ja, en dat is niet. Want daar is te duur voor. Ja. Om het te maken. Het is leuk als bleekmiddel. Ja. Maar als waterstofproductiewaarde. Maar hoe ga je dan, want je vertelde al net even toen we een lekker broodje hadden te eten. Van ja, ik ben eigenlijk gewoon 24 uur per dag ongeveer aan het denken over dit soort dingen. Hoe bedenk je dan op een gegeven moment hier een soort oplossing voor dat je het wel met een hoger rendement eruit kan halen? Wel, ik werkte in de begintijd, zeg maar zo'n 25 jaar in de ziekenhuizen, in de techniek, medische techniek. Daar hoort ook dialyse bij. Ja. En bij dialyse doe je eigenlijk je ureum overzetten van je bloed naar dialysevloeistof. Ja, ja. Hoe schoner dat die dialysevloeistof is, hoe groter het verschil met de waarde in je bloed. Dus in die tijd was ik al op zoek naar schoon water. Aha. Ja, ja, ja. En ik heb bij dialyse patiënten heb ik de kwaliteit gebruikt die
gelijk is aan het DSML-water. ASML. ASML-water. Ja, nee, maar nou snap ik ook die druppel die we net lieten zien. Het gaat dus om een pure water, zou ik maar zeggen. Heel puur water. Ja. Wat eigenlijk een beetje de crux is. De crux is het feit dat er in dat water geen ionnetje meer voorkomt. Overigens, ja. En dat er totaal geen vervuiling in zit. Mm-hmm. Want waterstof is een van de lichtste atomen, maar ook een van de meest reactieve atomen. Ja. Atomen. Dus het zal zich aan van alles en nog wat willen binden. Het laat heel snel wel vervuiling toe van ja. andere. Dat betekent dat als ik water pak en tot 1990 gold als schoonste water, de echt beste kwaliteit water was, medische injectievloeistof. Ja, ja. Dat was het schoonste. En dat was jouw wereld ook. Ja. Wat was nou het probleem bij die wereld? Als ik medisch water maakte, dan deed ik schoon water, demiwater. Ja. En dat stopte je in een fles. En dat ging je koken. En dat ging je daardoor steriliseren. Ja. Ja. Maar daar zaten bacteriën en andere beesten in, noem ik maar leven tijgers. Ja, ja, ja. En die kreeg je kapot door ze te koken. Dan kookte je al die cellen die er nog in zaten kapot. En die celresten hadden allemaal ionen. Ja. Dus als je dan dat schoonste water pakte, je kiepte dat samen, dan ging dat schoonste water, die leeuwen en tijgers daaruit, gingen lekker met dat water. En dus bijvoorbeeld bij de chipproductie was het al niet voldoende. Nee, daar hadden ze iets anders nodig. Ja. Daar hadden ze schoon water nodig voor de productie van die. Dus dat kwam beschikbaar, dat hele pure water? En toen dat eenmaal beschikbaar was, heb ik dat type water gebruikt. Omdat ik wist dat het schoner was. Ja. Dus ik ben dat water gaan proberen. Je voelde wel dat het die kant op ging, maar ja, het was er gewoon niet. Ja. En toen kwam het er wel, dacht ik, nou ga ik het nog eens proberen. En is dat dan de katalysator of heb je er nog andere dingen voor nodig? In principe, als ik de natriumborhydride in water stop, dan begint dat gelijk te reageren. Dat wil ik niet, want ik wil het kunnen tanken als benzine. Ja, eerst. Ja, dus wat moet ik daarin stoppen? Ik vind dat vergelijkbaar met de film Kopkillers. Oh, dan moet je even uitleggen. Nou, dat is het feit, ik heb in dat water moet ik rust brengen. Dus ik zet daar politieagentjes in. Hoe breng ik het tot rust? Door het extreem basis te maken. Ik stop er een stof in, die houdt dat helemaal stabiel. Ja, dus het slaat niet naar links of naar rechts uit, maar het blijft echt zoals het is. Het blijft zoals het is. Je verdooft het. Ja. 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 Een soort van, ja. En om dat hele basis weer, zeg maar, te neutraliseren, zodat het gaat reageren, moet ik er zuur bij doen. Ja, ja, bij voorkeur. U ziet dat thuis als u meekijkt op het plaatje inmiddels ook bovenaan. Dan moet ik daar zuur bij doen. Ja. Dat noem ik dan kopkillen, want het moet die deeltjes heel gericht aanpakken. Dus vandaar kopkillen is. Ja, nee, dan hebben wij hem ook. Ja. Ik vind het een goede vergelijking nu ik het weet inderdaad. Dus we hebben inderdaad zuur nodig om het dan weer te destabiliseren eigenlijk uiteindelijk. Maar als ik inderdaad, je zei het net al van ik zou het eigenlijk willen kunnen tanken eerst. Het overdragen naar een andere omgeving. Of het nou een auto of een boot of whatever is, maakt niet uit, of een huis. En dan op een gegeven moment moet de reactie komen. Ja. Maar dat betekent dus dat we ook die katalysator moeten tanken op een gescheiden manier of zo. Ja, je tankt dat op een manier dat in drie tanks zit, namelijk de fuel, de activator en het restproduct. Want wij willen zeg maar het restproduct van die reactie, de natrium, terughalen. De boor en eventueel het zuur terughalen en opnieuw opwerken. Een soort cyclisch model zodat maken. We dat, dat is keer op keer op keer. Oké, maar dat betekent dus dat je twee vloeistoffen zijn het niet echt, maar twee middelen gaan de auto in, even simpel gezegd. En één gaat eruit, dat zijn die reststoffen. Ja. Oké. Okay. Nou, heb je hem? Ik heb het is een ingewikkelde slang die je daarvoor nodig hebt. Ik ga het thuis nog een keer heel goed bestuderen. Maar het is water. Ja, nee, het is een beetje slushpuppy-achtig. Ja. Ja. Nou werd u eerst helemaal niet geloofd, zei u. In het begin dat kan helemaal niet. Een onzin. Nee, want de hele chemische wereld en de hele natuurkundige wereld hebben hier onderzoek naar gedaan in het Amerikaanse DOE onderzoek. Ja.
En die zijn daar niet uitgekomen en hebben in 2005 of 2007, dat ben ik even kwijt, hebben ze dit proces hebben ze verlaten. Want hoe kan dat nou? Dat zij dat niet ontdekken en dat u gewoon... Wat zagen zij toch over het hoofd? Ja. Nou, zij zagen dat schone water. Dat schone water. Ja, ja. Okay, dat is een goeie. Echt het geheim, geheim van de smid. En zeg maar, ik heb de omschrijving van dat water heb ik opgeschreven. Ik heb het hele verhaal opgeschreven. Dat hebben we ingediend. En ik was enigszins verbaasd. Ik kreeg daar gewoon een patent op. Ja. Want het was blijkbaar de eerste keer dat iemand dat bedacht had, dat ik had eens opschrijven. Ja, nou ja, zeg maar dat trucje. Nou ja, nee, het proces, hè? Ja, natuurlijk. Maar normaal is het zo bij een patent, je dient het in. Ja, dan krijg je het in principe, als je de eerste bent. Maar dan moet je maar afwachten of iemand het gaat aanvechten later. Eigenlijk, er waren, ik weet niet hoeveel duizend patenten aangevraagd uit dat hele internationale DOE-verhaal op zoek naar waterstof als bruikbare brandstof. Wat bleek nu, de manier van vrijgave die is eigenlijk zo principieel dat die helemaal terug aansluit bij het originele maakpatent van Sevenhuis naar natriumboorhydride en die andere boorhydride. Dus dat was eigenlijk de stap daarvoor. Ja, ja. En daarmee kwam dit patent voor alle andere patenten. Ja, en leuk dat, dat u een patent heeft, maar heeft u nou ook partijen die zeggen, ja, ik geloof daar wel in. Ja, we moeten het gaan maken. Ik kan vandaag de dag zeggen dat wij een Europese subsidie hebben gekregen om in 2021 een binnenvaartschip te gaan laten varen, deels op deze vloeistof. Ja, en dat is nieuws. Wow. Ik zal het eventjes, misschien dat we het gelijk eventjes bij de hoorns kunnen vatten. 18 april gaat dat officieel naar buiten, maar u zit alvast mee te kijken. We gaan dat, dat gaat een vorm krijgen. Hoe gaat dat precies? We hebben een zogenaamde Dortmunder, weet ik ook niet, maar dat is, dat is een tweeasser. Ja, een schip met twee schroeven. Ja. Ja. Ja, die ene schroef die laten we conventioneel in diesel uitgevoerd, zodat je eigenlijk een hybride boot krijgt, want de tweede schroef gaan we op deze vloeistof laten werken. Daar komt een elektromotor op, dus van deze vloeistof gaan we elektriciteit uit de waterstof halen, ja, met fuel cells. En dan hebben we twee schroeven, één aangedreven op diesel, één aangedreven op waterstof, zeggen we dan. En de TH in Delft trekt dit hele verhaal, want die willen als geen ander het verschil in aandrijvingsvermogen tussen die beide schroeven. Ja, want dat is eigenlijk nog niet eerder aangetoond, hè, dat je zoveel energie kan halen uit dit soort oplossingen. En deze boot wordt dus echt een mooie showcase om heel duidelijk te krijgen wat is het verschil tussen diesel en deze vloeistof. Ja. En daar staan de heren en dames in Delft. Ja. Dat staat te trappelen. Juist, daar is al iemand op gepromoveerd, volgens mij op een onderdeeltje van het traject. En zeg komt nog maar, meer. Op de hele procesvoering van waterstof is nu de eerste IR in de wereld die dit heeft gedaan. Dat is Sjoerd Basting. Die is aan Delft het afgelopen jaar afgestudeerd op onze techniek. En nu is het dus zo dat op 18 april met het havenbedrijf wordt officieel even de overeenkomst getekend voor deze hele onderneming met dat schip? Met het havenbedrijf Amsterdam gaat er een ondertekening plaatsvinden van het feit dat zij een batterijboot in aanbouw hebben, een nieuw directieschip, en op dat schip willen zij een range extender op onze vloeistof hebben, gebaseerd voor die boot, zodat zij met die range extender grotere afstanden kunnen afleggen, omdat ze meer, zeg maar, batterijvermogen dan elektrisch uit die fuel cells gaan halen. En dat is wel praktisch, want daarmee toon je echt in de praktijk aan uiteindelijk. Hè? En hij moet dan eigenlijk volgens mij in januari 2021 klaar zijn. Hè? De Dortmunder, het schip de Sherpa is dat,
die moet januari 2021 gaan varen. Mm-hmm. En dat betekent halverwege volgend jaar gaat die omgebouwd worden. Ja, dus nu wordt het ontworpen, de komende maanden zal ik maar zeggen. Okay, ja. Dan wordt die halverwege 2020 omgebouwd. Ja. Je moet wel geduld hebben voor 2021 zou die dan gewoon echt kunnen gaan varen op deze manier. En de boot van de gemeente of van het havenbedrijf Amsterdam. Ja, de andere. Die moet voor zeeluit gaan varen. Oh, kijk, en dat is ook internationaal qua exposure wel prettig om daar te kunnen zijn. Maar welke sale zal dat zijn? Wat is de eerstvolgende sale? Weet 2020. Is 2020? Dat wordt aanpoten. En stel nou dat inderdaad die boten aantonen van deze vorm van nieuwe energie is geweldig. Hij is schoon op te wekken. Hij is goed te vervoeren. Hij is goedkoop in gebruik en hij doet het geweldig goed. Ben u dan helemaal binnen? Dat is even zo'n lieke vraag. Ik reken er wel op. Ik reken er wel op. Er zijn wel meer mensen die erop rekenen. Ja, maar ik kan mij dat wel voorstellen. Van anderhalf jaar moet ik mijn pensioen. Sowieso. Er zit een beetje druk op. Ja. Nee, dat is wel heel goed. Maar het is wel prettig om op basis van het prepensioen dit soort dingen te bedenken. Dan heb je een rustig uitgangspunt om over dit soort nieuwe dingen na te denken. En u gaf wel wat mooie platen ook voor andere toepassingen. Want je kan natuurlijk ook deze korrels, als ik het zo mag noemen, of die slushpuppy, gebruiken voor een huisverwarming. Of misschien kun je wel een hele woonwijk ermee Want als dit echt helemaal geweldig blijkt te gaan, dan is dat echt een Nederlands trots eigenlijk dan. Het is een Nederlands idee en mm-hmm. ze proberen dat ook in Nederland te houden, maar tijd zal dat leren. Ja. En dat gaat er even plat gezegd om, zeg ik dan maar even, als er genoeg financiering zou zijn om te groeien, hè, als het allemaal werkt, dan kan het Nederlands blijven. Ja. En als het te langzaam gaat of de overheid doet even wat ingewikkeld, dan heb je kans dat het voor een deel naar het buitenland gaat. Kijk, zo werkt het vandaag de dag zie ik al dat anderen proberen met andere metalen dit zelf te bedenken. Ja, want die hebben zo'n beetje die klok en die klepel gehoord. Ja, en die denken, we gaan ook eens wat proberen. Die denken, dat gaan wij doen. Mm-hmm. Ja. Nou, weet ik zeker dat ik, zeg maar, de krachtigste te pakken heb. Mm-hmm. Maar we hebben dit gepatenteerd op een wijze waarin we een metaal als algemeen ding. En niet specifiek. Niet specifiek. Kijk, voor. Dat is een ervaren octrooiaanvrager geweest dan, die dat ingediend heeft. Daar heb ik wel bij gehad. Dat is een hele goede omschrijving inderdaad. Maar het principe in totaliteit ligt vast. Dus wij zullen daar ook de nodige rechtszaken en noem maar op. Ja, dat zit er ook. Je zou toch ook olieboeren hebben die proberen om te kijken of ze niet helemaal van de kaart kunnen spelen, hoe dan ook. Moet niet hebben, iemand iets anders bedenkt. Wij hebben een aantal overleggen met Shell gehad. Okay. En wij weten en wisten dat Shell ook bezig is met waterstof. Maar Shell is een commercieel bedrijf. Wij moeten dat nog worden commercieel. Ja, jullie zitten nog in de wetenschappelijke fase. Ja. Nou, Shell zegt eigenlijk met zijn wetenschappelijke achtergrond, dit is een mooie volgende fase. Mm-hmm. Maar we moeten eerst geld verdienen met de huidige manier. Met recht toe recht aan waterstof, zeg ik maar. Ja. Gas. En gas. En alle nadelen van gas. Mm-hmm. Ja. En een van de grootste nadelen van gas is, als u nu gaat tanken, u rijdt een of andere hybride auto of iets dergelijks, dan kunt u om de hoek bij wijze van spreken tanken. Als ik een gas-waterstofstation heb, dan is dat station voorzien van een veiligheidszone eromheen. Ja. Dus dat tankstation moet een veel groter stuk grond kopen. Mm-hmm. En dat mag niet meer bebouwd worden voor industrie, voor woningen. Ja, nee, en we zijn er zelfs maar 4 per moment, geloof ik. Het moet wel veilig blijven. Ja. Maar er worden er 17 de komende 2-3 jaar al. Daar mag u voor rekenen, gemiddeld genomen, een prijs van 2 miljoen per locatie. Ja. Maar is dat toch zonder Shell dat gaat doen, als ze ook gewoon zakjes met korrels kunnen uitdelen? Wij hebben het laten berekenen voor een gewoon tankstation midden in het centrum van een stad. Kost het dezelfde prijs als een ombouw binnen
een benzinesoort, ja? Zeg, van benzine naar diesel, ja, dan praat je over 1,5 ton. Ja, dus als je andere tanks moet hebben en dergelijke. Je moet andere tanks hebben, je moet een andere dispenser hebben, maar die dispensers zijn te maken. Dat is geen probleem. Ja, nee, dat snap ik, ja. Dus voor de bestaande vorm van waterstof is een paar miljoen nodig om een tankstation te maken. Ja. En voor die korreltjes, om het maar even oneerbiedig te zeggen, heb je gewoon 1,5 ton nodig, ja, om. Waarom gaan ze dat niet gelijk doen dan? Nou, zoals de wetenschap moeite heeft gehad met het erkennen van, en ze zijn het er nu mee eens, ja, zo heeft de politiek ook moeite met een ommezwaai maken. Mm-hmm. Ja, want die waren er net helemaal in het straatje van die begonnen waterstof en dan moeten ze weer, ja, alles anders. Ja, 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 en die, daar hebben politici moeite mee. Oké, okay, nou, okay, twee dingen. Eén, we hebben goede contacten bij Shell, dus we zullen eens even gaan praten als onafhankelijke mensen. Gaat gewoon even regelen. Het tweede is natuurlijk die politiek. Die denken alleen maar in structuren en belangen. Die hebben helemaal niks met techniek. Die hebben zoiets van, waar kan ik mijn kiezers vandaan halen uiteindelijk? En wat is de veiligste manier om die duurzame wereld in te gaan? Dus dat is echt een heel serieuze obstakel. En het derde ding is dat wij natuurlijk van tevoren ons verdiept hebben in dit hele verhaal. En wij doen dat niet zo vaak. We doen namelijk maar 1 keer per jaar. Wij geven u de officiële This is Handy Innovation Award voor de uitvinding van H2Fuel. Omdat wij heel veel uitvindingen langs zien komen. En we hadden zoiets, dit is echt een doorbraak. Hij is ook nog goed gepatenteerd. En het team dat erop zit is en betrouwbaar en er zit de nodige financiering achter. En er is ook nog mogelijkheid voor mee investeren, wat we zo begrepen hebben. Dus bij deze van harte gefeliciteerd. Uw werk zit er nog niet op. Misschien kan jij nog even een fotootje klikken van dit gedenkwaardige moment, want dat is echt zonder dolle. Ja, we zien echt een heleboel voorbij komen. Wij zien heel veel langskomen en wij hebben de meeste dingen hebben zoiets van, dit is oude wijn in nieuwe zakken en het zal allemaal wel. Dus we maken het even plechtig stil in de uitzending. Van harte gefeliciteerd. Ja, dit in ontvangst nemen was het makkelijkste stukje. Ja. Maar een klein stukje erkenning, zal ik maar zeggen. Het echte werk begint nu natuurlijk pas met het uitdragen en het bewust worden. En ook heel veel kilowatt installaties gaan bouwen op een gegeven moment. Nieuwe versies, om te laten zien dat het werkt. Want is er nog ruimte voor mensen om mee te denken, te doen? En waar melden ze zich dan? Dat is wel heel direct. Ze kunnen zich melden bij ons op de site. Mm-hmm. Dat is h2fuel-systems.nl. Op dit moment zijn wij, zeg maar, bezig met het concept van wat we gebouwd hebben. Mm-hmm. Wat nu ruim 1,5 jaar zo'n beetje draait. Wat maximaal nu 5 kilowatt kan leveren. We gaan nu een voorloper voor het schip, de Sherpa, bouwen. Dat wordt een installatie van 250 kilowatt. Ja. En die gaan we 2 maal plaatsen in het schip. Dus de Sherpa is het schip van de haven, van de havendienst, directie. Het schip is de Dortmunder die vaart, mm-hmm, voor het bedrijf. Schiet het niet binnen. Dat zoekt u dan zelf even. Tata Steel, ja, die kennen we allemaal natuurlijk. Die huurt dat schip in voor die periode. En die gaat daar zijn staal mee vervoeren door Europa. Want het is een Europese trial die we gaan doen. Mm-hmm. En eigenlijk gekoppeld aan mijn vorige job, zeg ik, het mooie ervan is dat al die luchtverontreiniging die komt uit de kust, de binnen- en de oceaanvaart, nu eigenlijk voor het eerst een serieuze oplossing gaat bieden. Want we raken die vervuilingen helemaal kwijt. Ja, nou, dat klinkt geweldig. Ik vind het vooral een leuke insteek. Want wat we natuurlijk heel veel zien is bij de overheid en met name politiek. Die kijken van hoe komen we van de CO2-uitstoot af en dat soort dingen. Niet door aan oplossingen te denken, maar door straffen en subsidies en dat soort dingen te gebruiken. Of wetgeving te veranderen. Maar dit is een voorbeeld van hoe je echt anders zou kunnen denken.
En kan kijken, nou, maar wat voor oplossing is er nou werkelijk? En dat was voor ons ook erg belangrijk. Heel veel succes in de tussentijd. H2Fuel Systems. Bedankt. Ja, nee, natuurlijk. Dat is, u bedankt voor de uitleg, gedaan. De heldere uitleg. Ik ga hem wel eerder, zeg ik eerlijk, nog een keer heel rustig terugluisteren. Ja, dit wordt de meest teruggekeken uitzending, dat weet ik nu al. Om nog even goed te laten doordringen, met name het scheikundige beeld. Hoe het allemaal werkt. Dank u wel. Ja, neem lekker plaats bij de andere gasten. We gaan zo direct eens even lekker afsluiten met elkaar. Ja. Wij doen dat nu hier in de uitzending alvast uiteraard. Om te beginnen wijs ik nog eventjes, voordat we terugblikken op de uitzending, naar de trendsverwachting 2019, die gratis op te halen is op trends2019.nl. Dit is het jaar van het digitale doolhof. Dat hebt u wellicht al gemerkt, ook aan alle activiteiten die ontplooid zijn. Er is ook weer een nieuw project Nederland Digitaal bijvoorbeeld ingericht, waarover ook veel terug te vinden is in onze uitzending voor de Kamer van Koophandel. Ja. Die is weer terug te vinden op ondernemersplein.trendwatcher.tv. Of even doorklikken in de comments onder deze video natuurlijk. Ik vond het een enerverende uitzending. We begonnen met Casper Kooi en René Lambeau. Daar heb ik veel van opgestoken. Ik ga onze financiële huishouding eens even tegen de licht houden. Er moet een hoop gebeuren bij ons thuis. Ja. Heb ik al gehoord over pensioenen en dat soort dingen gesproken. Serieus. Daarna mochten we doorschuiven naar Dennis van der Voort. Maar ook Willem Heemskerk rond. En het Bloemencorso en de bedrijven van Dennis. En ook nog het radiostation Bo Business. Vervolgens hadden we nog weer een andere prijswinnaar, ook natuurlijk van de sterkste schakel, Rob Lutgen. En daarbij de uitgever Harry Dreus. Ik ben heel benieuwd hoe het zal vergaan, maar als ik dat zo zie, en ik weet uit ervaring dat het altijd heel spannend is voor het uitreiken van een prijs, van zal de winnaar over zoveel jaar nog wel bestaan? Nou, ik weet in dit geval dat we ons daar echt geen zorgen over hoeven te maken, maar met name bij ICT-bedrijven zie je nog wel eens dat zo'n bedrijf dan na het winnen van de prijs gewoon zomaar vrolijk omvalt. Ik zit niet met voorbeelden verder, maar nee, dat kan zomaar gebeuren. Nou, en we sloten natuurlijk af met Gerard Luchtigheid. En ik moet u eerlijk zeggen, we hebben al jaren contact, maar wat er steeds zoiets, wanneer mag het nou wel naar buiten, wanneer mag het nou niet naar buiten? Ik vind het een indrukwekkend verhaal. Ja, dit is een goed indrukwekkend verhaal. Ja, wat mij betreft, ik kan dadelijk controleren dat klopt en dergelijke. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Maar we moeten nog wel met z'n allen doorontwikkelen. Ja, dat is vooral Gerard natuurlijk. en de mensen om mij heen. We gaan het volgen en we zullen het ook stimuleren links en rechts waar het mogelijk is. Ja, en als er nieuws is, dan hoort u het. En mocht u nou zelf een briljant idee hebben, of zeggen, ik ben ook met een ontwikkeling bezig. En ik zou ook wel willen dat daar wat meer aandacht voor is. Laat het ons weten. We bespreken het hier. We bespreken het kritisch. Dat wel. We gaan er echt goed naar kijken. Maar ook als je aanvullingen hebt of vragen of wat dan ook over de voorgaande mensen die hier aan tafel hebben gezeten, mogen ze altijd even een mailtje sturen. Ja, dat stuur je dan naar tv@trendwatcher.com. Dus tv@trendwatcher.com. Als je spullen op te sturen hebt als voorbeelden of prototypes, whatever, kan ook naar postbus 202 2300 Anton Eduard in Leiden. En ik zeg voor zo direct alvast, na deze uitzending zetten we het interview klaar wat we hebben opgenomen met Simon Pennings van Wan Pennings. Dat gaat over de Bollenstreek. Nou, dat past natuurlijk hartstikke mooi bij het Corso. En zijn pleidooi ging onder andere over het wel of niet betreden van de bollenvelden. Wat de risico's daarbij zijn en wat je zou kunnen doen. Hoe was die mooie slogan? Enjoy our flowers, respect our pride. Nou, dat gaan we afsluiten met een mooie afbeelding van een bollenveld. En ik zeg graag tot volgende keer. We zitten in ieder geval op zaterdag 11 mei weer bij Huis ter Duin. En in de tussenliggende periode zijn er ook nog andere uitzendingen vanuit het land. Mocht u zelf een keer een uitzending willen organiseren, ook dat kan. U ziet hier onder deze uitzending telefoonnummer staan. Dus nou, kwestie van even tikken. En zoals op de radiojongens hier aan de andere kant van de camera zeggen, een beller is sneller. Dus pak die telefoon en maak er eventueel gebruik van. Fijn weekend en heel graag tot ziens. Tot ziens. Jij ook.